Goedemiddag en welkom vanuit Zuidwolde. U kunt de hele middag lekker naar de Ronde van Drenthe kijken. Straks beginnen we met de wedstrijd van de vrouwen en later schakelen we over naar de wedstrijd van de mannen. En de Ronde van Drenthe bestaat dit jaar 60 jaar. Gisteravond is bij de laatste inspectie van het parcours de keienstrook bij Schoonlo eruit gehaald. Die stond helemaal blank, maar desalniettemin zijn er nog keienstroken genoeg. De mannen moeten over 35 kilometer keien, de vrouwen over 25. Die mannen zijn om 12 uur vanmiddag hier in Zuidwolde van start gegaan. De vrouwen vanmorgen al om 11:15. Laten we eens even teruggaan naar dat moment. De beelden krijgt u van Herbert Dijkstra en hij wordt geassisteerd door voormalig wielrenster Estra Tromp en op de motor Jannes Mulder. Nou, synoniem is voor alle dingen die nog gebeuren gaat. Eerst tekenen, dan naar het podium. Daar gaan we de foto maken. En ik wens de dames heel veel succes vandaag. U zag Janneke Ensing uit de Gieten. De microfoon stond nog niet open. Melanie Clement hebben we gezien uit de Diphoorn. En hier de meervoudig kampioenen als het gaat om de Ronde van Drenthe. Zij won maar liefst 3 keer. Marianne Vos was natuurlijk ook meervoudig wereldkampioene. Alexis Ryan, de nummer 2 van vorig jaar in de Ronde van Drenthe. Won vorig jaar trouwens ook de Drentse 8 van Westerveld. En Kirsten Wild moeten we vandaag zeker in de gaten houden. Wild komt net van het baanwielrennen af. Medailles gewonnen bij de wereldkampioenschappen in alle kleuren. En zij staat ook aan de start. In deze Ronde van Drenthe. World Tour wedstrijd, hoogste categorie. Marta Bastianelli. Europees kampioene uit Italië. En natuurlijk ook Ellen van Dijk. Gespannen toch altijd. Goed in de tijdritten. En de winnares van vorig jaar, Amy Pieters. Zij wel ontspannen, altijd lachend. Heeft natuurlijk een goede sprint in de benen. En staat vandaag dus ook aan de start. En ook zij, Chantal Blaak. Oud-wereldkampioene. Inmiddels opvolging gekregen, dat weet u. Maar Blaak mag nog wel fietsen met de regenboogkleuren. En Amy Pieters nog een keer, dan bij de start. Henk Jumelet. Roger de Groot. En natuurlijk de burgemeester Karel Lohuis van Hogeveen. En dan gaan we van start met 123 vrouwen die klaar gaan staan. En dan zal de wedstrijd 165,7 kilometer lang zijn. Bij de start schijnt het zonnetje nog een beetje. Maar inmiddels weten wij beter. We hebben al hagel gehad onderweg. Windstoten. Het zijn de typische omstandigheden die je verwacht bij een echte voorjaarsklassieker. Het is de tweede grote wedstrijd. Dit seizoen voor vrouwen, er zijn natuurlijk al meer wedstrijden geweest. We hebben de Strade Bianche gehad, we hebben de Omloop het Nieuwsblad gehad hier. De route van vandaag, die begon vanuit Zuidwolde, op de heenweg de Van Berg, de terugweg nog 2 keer. En dan in de finale rondom Echten nog weer de keien en dan naar Hogeveen. We krijgen nog een finishpassage door Hogeveen, we zijn daar niet gestart. U ziet het onder in beeld, Zuidwolde, daar was de start. 165,7 kilometer in totaal, dat is een heel end. En de omstandigheden zijn niet mals. Inmiddels is het weer even gestopt met hagelen en met regenen. Schijnt het zonnetje weer even. En kijken we vanuit de helikopter naar een grote groep. En in die groep, die zien wij nu voor het eerst, moeten sterke rensters zitten. Want het was tot op heden een zware wedstrijd. Naast mij zit, u heeft het begrepen, Estra Tromp. Tot 2 jaar geleden ook nog wielrenster. Zij reed als laatste wedstrijd de Amstel Gold Race. Heeft nu een andere functie. Zit ook naast mij. En ik zie Estra vanuit de lucht. We hadden haar al gezien. Kirsten Wild daar vooraan rijdt nog een andere dame. Die rijdt hier volgens mij voor het eerst. Dit moet haast Grace Brown zijn. Ja, dat klopt. Dit is Grace Brown van het Australische team Mitchelton Scott. En zij fietst voor het eerst in het tenue van dit team. Ze heeft erachter wel 3 andere. Ze krijgt hier nu eventjes vrij spel. Dit is Moto 3. Ja, dat wil vermoedelijk zeggen dat het ook de 3e groep is. Ja. En het is dus compleet uit elkaar geslagen. Ja, dat was al gelijk eigenlijk na de start. De eerste keer over de Van Bult.
ja, hadden we de meiden zuidwestenwind en kregen ze dus de wind gelijk van zij achter. En dat is eigenlijk het gevaarlijkste in het wielrennen. Dat hebben we ook gezien bij Parijs-Nice afgelopen dagen. En ja, meteen koers. De echte finale van deze Ronde van Drenthe voor vrouwen is nog niet begonnen, maar de kaarten zijn wel behoorlijk geschud. Met dus Grace Brown alleen aan de lijn. Dat zij alleen zal blijven lijkt me niet waarschijnlijk, want het is nog veel te ver. Groep achtervolgers met in ieder geval ploeggenoten, dat is altijd een voordeel. Er staat een harde wind. En dat is ook een kritische wind, want de passage van de Vanberg, dat is niet misselijk. Daarbovenop staat altijd heel veel wind, zelfs als het niet waait. En er is gesteld, om veiligheidsredenen, dat als er meer dan 5,5 staat windkracht, dan mag er niet over de Vanberg gefietst worden. En ja, dat spande erom. Het was moeilijk om op de fiets te blijven zitten op die Vanberg. Ja. Marianne Vos. Ze is ook altijd, heeft wat moeizame jaren gekend. Drievoudig winnares hier in de Ronde van Drenthe. Maar ze is ja, toch eigenlijk weer goed, hè? Ja, ja. Ze rijdt iets minder koers, iets selectiever. Nou ja, na haar een periode wat minder te hebben gepresteerd. Heeft ze daarvan geleerd en kiest nou echt haar wedstrijden uit. En ze zit hier weer mooi van voren. 30 seconden, u ziet het. De voorsprong van Grace Brown. Op die achtervolgende groep waarvan we u zo dadelijk wat meer namen gaan geven. Je hebt al wat namen volgens mij verzameld. Het zonnetje is er weer bijgekomen. Nee, maar de tekenen Kirsten. Van de strijd, Kirsten Wild, die zijn duidelijk. Kirsten Wild met 126. Ja, als ze er nog bij zit in deze fase van de strijd, dan moet je haar zeker op gaan schrijven. Ze kan natuurlijk geweldig sprinten. De groep is niet zo groot meer. Welke namen heb jij gezien? We zagen Marianne Vos, Kirsten Wild. Hier zien we Amy Pieters. Winnares vorig jaar, ja. Met nummer 1. En haar teamgenoot Jip van den Bos, die ook al sterk reed in de Ja, in de Belgische klassieker Samijn. We zien hier van het fluorgele team Soraya Paladin. Een Italiaanse renster die ook al erg sterk was geweest dit jaar. Ik zag ook Audrey Codon. Zij won afgelopen vrijdag in de 8 van Westerveld. Van het Trek Segafredo team. Daarnaast zie ik hier Lucinda Brand op kop van het team Sunweb in het rood. Hebben wij Janneke Ensing van dezelfde ploeg gezien? Want zij komt natuurlijk uit de buurt, hè? Uit Gieten. Ja, klopt. Dus zij zat wel in de eerste groep. Ik weet niet zo zeker of zij nu ook in dit achtervolgende groepje zat. Terwijl de meiden hier voor de derde keer richting de VAM gaan. Schitterend, die VAMberg. Dat is een scherprechter in de Ronde van Drenthe. En die moet voor de derde keer nu beklommen worden door de vrouwen. U ziet het vanuit de lucht. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan die Vanberg. Je kunt van verschillende kanten nu omhoog fietsen. Het stelste stuk daar beneden is 17%. Dat is een echte kuitenbijter. Daar gaat die achtervolgende groep ook richting de Vanberg. Ja, en hier hebben we Janneke Ensing op. Met de achter Kirsten Wild. Ensing dus in het rood met die witte strepen. In het midden. De groep wordt wat groter, hè? Rechts van haar fietste ook Gracie Elvin. Reed ook al mooie ronde van Drenthe. Podium gestaan? Ja. Pieters toch ook rijdt? Ja. Amy Pieters. Dus we hebben op de voorste rij in het midden Janneke Ensie. Die pas heel laat te horen kreeg dat ze mocht starten. Eigenlijk heel vreemd, want ze reed ook goed in Strade Bianche. Waar ze uiteindelijk achtste werd, maar zeer aanvallend gereden. En we zien dat Gracie Brown hier begint weer een beetje te sputteren. Bezig is met de beklimming van de Vanberg. Wat maakt die Vanberg zo pittig? Je hebt hem ook opgefietst. Nou ja, zoals gezegd, er staat altijd wind. Het is een steil klimmetje. Toch ook relatief lang en zeker na deze pittige weersomstandigheden. En hier zien we een demarrage van Marta Bastianelli. Europees kampioen. Ja.
ook al erg sterk afgelopen paar wedstrijden. Ze heeft zelfs al een paar keer op het podium gestaan en gewonnen. Dus ja, zij heeft vandaag denk ik ook rood omcirkeld in haar agenda. Omloop het Hageland in België won ze dit seizoen. Ja. Maar ze komt niet weg. Regenjekje nog aan. En dit is het gedeelte met keien. Drentse keien. Laatste 300 meter van de beklimming. U ziet het daar rechts ook in beeld. Daar beginnen die keien. Dat is een lastig gedeelte. En dan zo te zien ook nog met wat tegenwind. Niet te onderschatten hoe zwaar dit is. Nee, en zeker naar de meiden hebben nu 114 kilometer in de benen. Met ja, hagel, regen, heel harde wind. Temperaturen die vanaf 9 tot 3 graden daalden. Dus ja, dat gaat zeker wel in die benen zitten. Het spookte de afgelopen dagen hier op de Vanberg. Het was echt tot gisteren nog zeer onzeker of de wedstrijd hier wel door kon gaan. Dit is dan de afdaling, ook niet ongevaarlijk. Vooral vanwege die stenen daar in de berm. Die zijn voor een deel verwijderd. Hier kwam afgelopen vrijdag toch Jolien Doren ten val. Ja, klopt. Ook in de afdaling van de Vanberg ja, deed er een rukwind ja, zette op. En zij raakte in het stuur van Lotte Le Pisto. De Fins kampioene die ook in deze eerste groep vertegenwoordigd is. En ja, helaas brak zij daar haar sleutelbeen. En dat is jammer. Want Jolien Doren is ook een oud-winnares. 2015 was zij de beste in de Ronde van Drenthe. Meervoudig Belgisch kampioene ook. En dus voor een tijdje uitgeschakeld vanwege een sleutelbeenbreuk. Hier de prachtige beelden vanuit de lucht. Ja, met op de kop Amy Pieters. Waarom doet ze dit zelf? Zij wil niet in het gedrang komen en niet het risico lopen om te vallen door iemand anders. Amy is een renster die altijd heel erg alert is in een wedstrijd en heel erg veel van voren koerst. En ze wordt elk jaar nog weer iets sterker, heb ik de indruk. Ja, ja, doordat zij ook veel finales kan rijden en ja, dat aan kan, ja, zorg je ervoor dat je sterker wordt en steeds makkelijker die finale kan bereiken. Met daarachter zien we Jip van der Bos. Van der Bos is aan het doorbreken. Was het niet zo dat zij vorig jaar haar bekken brak in juni? Klopt. En toen moest revalideren. En dit seizoen ineens zeer verrassend ging winnen in Le Samen. Je hebt die koers al even genoemd. Dat is ook een koers met kasseistrook. Ja, klopt. Een zware wedstrijd ook afgelopen editie. En het is heel mooi voor Jip dat zij deze koers op haar naam kon schrijven. En een bevestiging te krijgen voor al haar harde werken. En ik denk dat haar, haar ook wel vleugels gaat geven in het komende seizoen. En wellicht ook nog weer een extra motivatie heeft gevonden om haar wielercarrière nog mooier te laten worden. Het is opmerkelijk dat Gracie Brown het zo lang volhoudt in een eentje. Bij Moto 1, zoals het dan heet. We zijn met 3 motoren maar liefst in koers. Gracie Brown van Mitchelton Scott rijdt hier aan de leiding. Waar is Annemiek van Vleuten? Ik heb vernomen dat zij ergens hoog op een berg zit. Kijk, dat doet ze vaak, hè? Ja, hoogtestage. Ja, ze traint vaak op hoogte. En kiest ja, heel selectief haar wedstrijden. We zien ook hier centraal in beeld Eva Buurman van het Poels Dolmans team. Zij werd op het laatste moment, dacht ik, toegevoegd aan de startlijst daar in het midden vooraan. Ja, omdat Jolien Doren niet meer kon starten. En ja, werd zij op het laatste opgeroepen om toch hier haar werk te kunnen verrichten. En zij zijn nu aan zet. Ze zijn met z'n drieën degene die het hier moeten gaan dichtrijden naar Grace Brown. En ze nemen ook hun verantwoordelijkheid, zo te zien. Ploeg Boels, Dolmans, op papier een van de sterkste ploegen hier aanwezig. En ze zijn zelfs, grote naam. Ja, ze zijn zelfs met 4 in deze groep. Ik zag ook helemaal achteraan Chantal Blaak. Dus dan hebben we Blaak, Pieters, ja. Van der Bos en Buurman. Ja.
Maar nog steeds Brown aan de leiding. Het is misschien wel stilte voor de storm. Ze laten Brown een beetje spartelen. Want er gaat nog wat komen. Kijk, die Vanberg die hebben we nu achter ons liggen. Maar in de finale zijn nu extra stroken opgenomen rond Echten. En als u in Drenthe woont, dan weet u precies waar dat ligt. Ten zuidwesten van Hogeveen. Westen eigenlijk. En daar liggen nog wat verborgen kasseistroken waar wat aangesleuteld is. Zo eerlijk moet je zijn. Want die keien lagen er zo slecht bij de afgelopen jaren. Dat gezegd werd, ja, daar kan je niet zomaar overheen fietsen. Die zijn er voor een deel opnieuw ingelegd. En hier valt het een beetje stil. Brennauer achterin. En Amelie Diederiksen. Oud-wereldkampioen. En ook oud-winnares van deze Ronde van Drenthe. Met nummer 4 rijdt ze. 2017 de beste in de Ronde van Drenthe. En ze wint niet zoveel, maar de overwinningen die ze pakt, die zijn alle van betekenis. Want je zult maar wereldkampioen worden. Zeker. Het is een hele jonge renster nog. Maar wel met een enorm goede sprint. Daarvoor zien we Lisa Brennauer. Komt ook van de baan, evenals naar ploeggenoot Kirsten Wild. Meiden met snelle benen. En hier zien we vooraan Evie Kuipers in het oranje. Van het CCC Lift Team. En zij doet natuurlijk haar werk voor Marianne Vos. Marianne Vos kiest haar wedstrijden uit. Ze heeft wel iets met de Ronde van Drenthe. Hè? Als je daar 3 keer kan winnen. Ja, ik denk dat het voorheen was dit natuurlijk de enige World Tour / wereldbeker wedstrijd in Nederland. Daar is nu de Amstel Gold Race bijgekomen. Terwijl we hier heel collegiaal Jip van den Bos, Marta Bastianelli helpt met een regenjasje. Maar het is natuurlijk erg speciaal als je maar 1 wedstrijd hebt in Nederland op zo'n hoog niveau. Wil je daar natuurlijk winnen. En nu is daar de Amstel Gold Race bijgekomen. Maar ja, alsnog blijft het een hele mooie wedstrijd met heel veel aandacht voor het vrouwenwielrennen. En dat is natuurlijk super. De Ronde van Drenthe voor vrouwen is een van de grootste wedstrijden internationaal gezien bij het vrouwenwielrennen. Opgenomen in de World Tour wedstrijd. Een van de eerste wedstrijden die wat betreft de vrouwen serieus werd opgepakt. In 1998 voor het eerst gereden. Reden ook waarom Marianne Vos gezegd heeft, ik ben die wedstrijd trouw. Want dat betekent wel iets als je daar kunt winnen. Het heeft een historie. Sowieso bestaat de Ronde van Drenthe dit weekend 60 jaar. En dan hebben we het vooral over de mannenwedstrijd uiteraard. Die de 57ste keer werd verreden, dus niet voor de 60ste keer. Want er waren ook jaren dat het niet kon. Wat voor reden dan ook. We hebben de crisis gehad. Met de ziektes van het vee. En toen mocht er niet gereden worden in dit gebied. Ja, je bent als eenling, al heb je een halve minuut, toch eigenlijk kansloos. Toch vind ik het opmerkelijk dat het gat zo groot blijft. Dat betekent dus dat er hier achteraan, rechts in beeld, een grote groep van ongeveer 20 vrouwen, misschien wel meer zelfs, niet voluit wordt gereden. Nee, ik denk dat de meiden een beetje twijfelen. Wat nu slim is om te doen. De wind staat op zuidwestelijke richting, dus ik denk dat de meiden nu ook relatief tegenwind hebben. Ja, absoluut. Dan zie je toch vaak dat er heel erg veel naar elkaar wordt gekeken. Van ja, wie gaat nu het werk doen? Er zitten een paar ploegen met meerdere meiden in de eerste groep vertegenwoordigd. Dus ja, als er 1 ploeg is met heel veel rensters, dan wordt daar meteen naar gekeken. Van jullie mogen het gat gaan dichten. Maar hier moet nu toch wel echt de samenwerking worden gevonden. En zo is het mogelijk dat er vanuit de achterhoede groepen terug kunnen aansluiten, omdat daar geaarzeld wordt. Klopt. In het groepje links. Ja, breed uit over de weg. Ik heb vernomen dat het na de laatste keer over de Vanberg in 7 groepen lag. En hier zagen we al de eerste en de tweede groep bijkomen. En hier wordt nu ook de derde groep toegevoegd. En dus krijgen we eigenlijk weer een soort peloton. Ja.
Dan gaan we daar al gauw met zo'n 40 vrouwen bij elkaar fietsen. Achter Gracie Brown. Uit Australië. En deze vrouwen gaan dan inderdaad aansluiten. Maar als je er al een keer af bent gefietst, is dat vaker slecht teken. Ja, dat klopt. Het heeft hier ook wel heel erg veel te maken met positie. En dat is wel iets waar je ook als renster je moet scherp zijn. Was jij goed in? Ik vond het wel altijd heel leuk. Ik kende natuurlijk ook altijd goed de weg hier. Dus dat is ook wel een voordeel. Het parcours is wel iets anders dan andere jaren. Dus dat kan voor een renster wel eens verwarrend zijn. Maar positie die is hier wel onwijs belangrijk. Om de smalle klim goed op te draaien, maar ook op de keienstroken. En de wind speelt vandaag ook een grote factor. We zien aan de linkerkant ook Ellen van Dijk naar voren komen. En Lucinda Brandt voor het rode tenue Team Sunweb. Geeft nu wel gas. Maar nog steeds Gracie Brown. Wat weet jij van haar? Ze rijdt hier voor het eerst. Ze rijdt voor het eerst ook in het tenue van Mitchelton Scott. Hiervoor reed ze bij het team Wiggle, wat nu niet meer bestaat, een Brits team. Reed daar heel weinig wedstrijden, maar wel voor de Australische selectie. Dus heeft zich zo een beetje in de picture gereden. Het is team Sunweb dat de verantwoordelijkheid neemt met Brandt. Ensing daarmee voorin. Maar een grote groep nog. En dan zal vermoedelijk de schifting wel plaats gaan vinden. Rond het dorpje Echten. Op de Echtensdijk en de Echtenseweg. En in de finale ook nog in Gijsselte. Veel water gevallen de afgelopen dagen is goed te zien vanuit de lucht. Het is echt de waaierklassieker bij de vrouwen. En dat was eigenlijk al vanuit de start. Het is een wonder dat er nu nog weer zoveel bij elkaar rijden. Brandt op kop. Ensing in tweede positie. Blaak. Chantal Blaak, inderdaad. Amelie Diederiksen. Twee vrouwen die wereldkampioenen waren. Ja. Achter elkaar, dus in het zwart. Die zien we nu op kop komen. De twee vrouwen rechts in beeld waren allebei wereldkampioen. Blaak was dat in Noorwegen, Bergen. Dit is Diederiksen, oud-winnares. Trouwens, Blaak is ook oud-winnares. Won in 2016, Diederiksen won in 2017. Kortom, hier rijden de beste rensters. Weer Brandt op kop. Maar Blaak ook sterk, die moet je niet uitvlakken. Die is ook lekker op dreef. Won de omloop het Nieuwsblad op 2 maart. Ja, en Chantal Blaak is echt een renster die van dit soort omstandigheden houdt. Wind, regen, kou, zware omstandigheden. Dan komt haar kracht eigenlijk nog meer naar boven. Dus ik had wel verwacht haar hier in de finale te zien. De Power Girl was ze genoemd, hè? Ja, nou ja, dat is het ook echt. Ze heeft een enorme power. En een goede kop erop. Altijd willen koersen. Dus dat is wel ook heel leuk om naar te kijken. Meiden die ervoor voor willen gaan. En ik vind het ook leuk dat deze renster voorop, Grace Brown, het ruim eens op heeft gekozen. En laat zien wat ze kan. Ja, want ze rijdt nog steeds op kop, terwijl het daarachter weer uit elkaar spat. Dat heeft te maken met de windrichting. Het waaierrijden, zoals gezegd. Niet iedereen kan dat goed. Je moet lef hebben. Ja. Je moet een bepaalde techniek hebben. En zodra er een bocht aankomt in een parcours, alle renners weten dat, dan gaat die windrichting dus automatisch mee veranderen. En dan moet je ook van positie wisselen. Ja. En als je dan aan de andere kant van de weg gaat zitten, zorg je ervoor dat de rest ook vol in de wind moet rijden. Lange aflossing van Brandt. We zien ook Lotte Kopecky in het wit-rood van voren van het Lotto-team, Lotto Soudal.
Sarah Roy van Mitchelton Scott en Gracie Elvin daarachter in het geel en zwart. Elvin is een ploeggenote van de dame vooraan. En we zien hier Suzanne Andersen in het rood en Audrey Cordon in het zwarte tenue van Trek Segafredo. Cordon won toch afgelopen vrijdag. Ja. Waar ze Amy Peters klopte. Ja, ze won met een solo. Ja. Ja. Peters klop je niet in de sprint, dus. Nee, dat wordt lastig. Ja. Nog steeds Brown, die dus ploeggenoten in de groep achter zich heeft. En dus moeten andere teams hier op kop gaan fietsen. En dat gebeurt ook. Maar het storende werk is er ook. Van onder meer Gracie Elvin. En het is ook, de groep is nu nog ongeveer 20 rensters. Het is ook belangrijk voor haar teamgenoten om in de voorste gelederen te zijn. Op die smalle weggetjes, met de wind kan het zomaar zijn dat het nogmaals een keer breekt. Ja, dan wil je wel dat je teamgenoten ook van voren zitten. Ja, als er veel bochten zitten, dan is het makkelijker om weg te fietsen. Je bent uit het zicht. Schitterend te zien hier. Er zit een dikke 100 meter tussen die twee grote groepen. En bij elke bocht moet je spelen met de wind. En die wind is van grote invloed op de koers. En het voordeel is van zo'n kleinere groep dat je dan een waaier kunt vormen waar iedereen dan in kan zitten. Ja, Chantal Blaak hier op kop met de wit-blauw-rode helm. Ja, daar zijn de meiden van Boels Dommels altijd wel heel goed in. Elkaar vinden vooraan en zo het heft in handen nemen. Van Dijk met de witte helm. Groot, sterk. En ze heeft de Van Berg nu achter zich. En Van Dijk moet je natuurlijk ook niet uitvlakken voor een solo in de laatste kilometers. Nee, als ex-wereldkampioen tijdrijder, dan moet je dat kunnen. Dat lijkt me toch, ja. Ja. Maar ze laten Brown spartelen. En zo kunnen er weer rensters terugkomen. Hoewel daar linksboven in beeld nog altijd die groep van 20 rijdt. Dan begint het weer te regenen. Dan rijdt Brown daar nog altijd alleen. Is de wind nu weer tegen. Dan ben je toch echt in het nadeel. Zodra wij berichten krijgen dat Jannes Mulder op de motor ook beschikbaar is, maken wij daar dankbaar gebruik van. Want die rijdt daar ergens tussen en kan dus alles van dichtbij zien en vooral ook voelen hoe dat is in de koers wat betreft de wind, de omstandigheden. Ja, dit is niet volle bak achtervolgen wat hier gebeurt. De dames die daar het storende werk verzorgen, de ploeggenoten dus van Brown, die krijgen daar ook alle ruimte om dat te doen. En dan valt het weer stil. Maar ja, geloof jij in een solo die voortduurt tot aan de streep van Brown? Nee, zeker niet. Nee. En dat weten ze hier? Ja, dat weten ze zeker. De rensters die gaan nu richting Hogeveen voor een finishpassage en doen daarna nog twee lusjes. Over weer twee keienstroken, gravelstroken. Dus daar zullen de meiden achter Grace Brown zeker op willen wachten. Om dan nogmaals een keertje gas te geven en de koers te kunnen beslissen. Hier zien we Grace Brown, hier de achtervolgers. De wind lijkt me pal tegen en die is van grote invloed. En wie daar vast iets meer over kan zeggen is Jannes Mulder vanaf de motor. Die wind, is die pal tegen op dit moment, Jannes?
naar de stuifzand, Herbert. En de wind staat inderdaad een val tegen. We zitten achter een groep 3 waar Lisa Brennhauer al zeker een kwartier roept om haar ploegleider. Maar om al die groepen uit elkaar zijn gevallen, kan de ploegleiding er niet echt bij komen. Hier gaat ze weer met het handje zwaaien, Lisa Brennhauer. Ja, ze is wat in paniek. En dat betekent dat die derde groep op jacht gaat naar de tweede groep. Met een wind wel op het snoetje in stuifzand. Ja, daarom heet het nu ook stuifzand, denk ik, Jannes. Want het is droog en er staat wind. En Brennhauer is toch ook niet de minste tijdritspecialiste. Rijdt dus op achterstand in de problemen. En we hebben dus nog altijd Brown aan de leiding. Met een grote groep van, laten we zeggen, 20 vrouwen daarachter. Met de favorieten die we daar verwachten. Maar de wind is pal tegen. Dit is nu de derde groep in koers, waar wat rensters kunnen aansluiten van achteruit. Hiervoor rijdt dus nog een groep. Ongeveer net zo groot, ietsje kleiner schat ik. Ja, het verschil met de kopgroep en de, met de kop van de wedstrijd en de derde groep is 1 minuut 10. Dus dat zal een 30 seconden achter de eerste grote groep zijn. Andersen moet er weer af. Dat hebben we vaker gezien. Suzanne Andersen. Maar zij heeft nog Lucinda Brandt en Janneke Ensing als teamgenoten. En ik denk ook dat daar Floortje Makkai nog bij zit. Hier iets meer van achteren, ja. in de groep. Ook een hele sterke renster. Heeft weer een stap gemaakt ten opzichte van afgelopen jaar. En we kijken op de rug van Mieke Kreuger, de sterke Duitse renster. In het blauw, met nummer 94. Ja. Dit is die derde groep, dus dan zou Makkai daar met die paarden staat. Ja, niet in die tweede groep zitten, maar in de derde groep. Ja, klopt. Maar misschien bestaat er nog een kans dat deze groep weer gaat aansluiten. We zijn binnen de grenzen van Hogeveen. Op het industrieterrein en we gaan dus nog een plaatselijke ronde meemaken hier in Hogeveen. Finishpassage, zoals dat heet. Ja, we zien vooraan in deze derde groep ook een renster in het wit met blauw. In de Finse kampioenschapstrui, Lotte Lepisto. En dat is wel eigenlijk samen met Ellen van Dijk, die wel in de eerste groep zit, een kopvrouw van het Trek Segafredo team. Een hele snelle renster. Voor mocht het een sprint zijn, zou Ellen het wel fijn vinden om een Lotte toch terug te krijgen in die eerste groep. En het ziet ernaar uit dat deze twee groepen weer bij elkaar gaan komen. Ik heb de indruk dat de rensters achter liggen op het geplande schema. Dat wil zeggen, de finishpassage zou plaatsvinden rond 2:10 volgens het gemiddelde schema. Daar zitten we achter. En het kan niet anders dan dat te maken heeft met die wind. Met Chantal Blaak hier op kop. Met Janneke Ensing daarachter. Ensing uit Gieten. Goed gereden in de Strade Bianche. Blaak in een grootse vorm al deze maand. Winnares van Omloop het Nieuwsblad. En we zien dat Brennhauer nu toch weer terug kan komen. Dat is knap, hoor. Zo lang. Ja, ze sluit hier aan in de derde groep. Maar die derde groep die gaat denk ik weer terugkomen bij de tweede groep. Ja. Dit is de groep van Makkai. Brennhauer heeft een andere fiets gekregen. Hoe zit dat met die reservefiets? Zij heeft nog wel een kaderplaatje. Ik denk dat zij iets anders had. Ze heeft ook een bidon achter op de rug. Dus wellicht als zij de aansluiting maakt, geeft zij haar ploeggenoot Kirsten Wild, die wel in de eerste groep zit, een bidonnetje. Een hele hectische wedstrijd met veel wind. Dus soms kan je verzorger niet vinden langs de kant. En is het toch fijn dat je een bidon kan krijgen vanuit de auto. Maar er zijn zoveel groepen geweest. De ploegleider zit er niet direct achter. Ja, de groep met alle rensters. Dus ze heeft er waarschijnlijk heel even op moeten wachten. En hier zien we dat de derde en de tweede groep samenkomen.
Dus dan krijgen we in Hogeveen de situatie dat Brown nog steeds alleen aan de leiding rijdt. Dat we twee groepen hebben in de achtervolging die nu gaan samensmelten. Tussen de 40 en 50 vrouwen schat ik nu bij elkaar. Waarbij Makai inderdaad haar teamgenotes vooraan. Lucinda Brandt en Janneke Ensing tegen gaat komen. Zij dus met z'n drieën vertegenwoordigd in haar geval. Achter in de groep Melanie Vos. Ja, dat is wel opvallend dat zij ook in die derde groep zat. Ik had verwacht dat zij wel wat meer van voren zou gaan koersen. Maar wellicht is dit een moment om voor haar weer richting de kop te gaan. Terwijl we hier Grace Brown over de finish zien komen. Het is buiten uw beeld, dames en heren, want wij zitten hier op de finishstreep. Kijk, daar rijdt Brown. Die is de finish al gepasseerd. In tegengestelde richting, dacht ik. Ja, klopt. We rijden dus dit parcours straks de andere kant op. Dat is de finale. Dan komen de rensters van links en rijden ze precies tegen de stroom in. Dat doen ze eigenlijk nu. Dan heeft u meteen een beeld van de finish later vandaag. En dan is die voorsprong van Brown toch indrukwekkend te noemen. En moet je respect hebben voor de vrouw die al zo lang alleen aan de leiding rijdt. En je afvragen, hoe kan dat? Wordt er dan zo ingehouden daarachter? Normaal gesproken ben je met deze omstandigheden alleen kansloos. Met Blaak vooraan in het midden. Of is het Diederiksen? Dit is Diederiksen. Dit is Diederiksen, ja. Ja, en daarachter zien we Alice Barnes. Een hele sterke Britse renster in de kleuren van Canyon. De rood gestreepte tenue. En daarachter zien we Jip van der Bos. Van der Bos is eigenlijk doorgebroken dit seizoen. Hè? Met winst in Samen, Le Samen. Ook zien maar er wordt wel gekeken. Kijk, ja. En daar ziet inderdaad Ensing dat Makai erbij zit. Ja. Dat, maar we zien ook in het fluorgeel, centraal nu in beeld, aan de linkerkant Chloe Hoskin. Ook een zeer snelle sprinter, hè? Ja, Australische sprinster. Met haar teamgenoot Romy Kasper, ook een Duitse renster die dit hectische werk goed aan kan. Hoskin vorig jaar derde. Waar Ryan tweede was en Pieters de beste. Ja. Ja, wat moet je nu doen in deze fase? Moet je Brown zoveel ruimte geven? Nou, het is gevaarlijk, maar Brown is niet een renster die dit waarschijnlijk tot het einde vol kan houden. Ik denk echt dat de rensters nu gaan wachten tot we weer richting de kei gaan fietsen. We zijn dus in Hogeveen. We gaan nog een keer richting de kei. En dat zijn stroken die nog recentelijk zijn opgenomen in de Ronde van Drenthe. Gedeeltelijk opnieuw gelegd. En dat maakt die finale wel zo interessant. Want we hebben dus nu in beeld ook die keienstroken. We mogen hier in Drenthe geen kasseien zeggen. Die liggen in het noorden van Frankrijk. Hier liggen Drentse keien. Ja. En dan is het nog 35 kilometer dat de meiden nu nog af moeten leggen. Dus dan mag je zeggen dat de finale aanstaande is met Eva Buurman, opgeroepen ten koste van Jolien Doren, die dus afgelopen vrijdag gevallen is. Dit zijn beelden ook van de laatste kilometer die we straks in de finale gaan zien. Dus wel in deze richting. U zag de vlag van de laatste kilometer. TVM-gebouw links in beeld in Hogeveen. Voormalig grote sponsor van een mannenwielerploeg met veel succes in de Tour de France. Later sponsor van de schaatsploeg TVM. En die zetelt in Hogeveen. We zien de drie meiden van Trek, Segafredo in het wit met blauw.
vooraan komen kijken. Met Ellen van Dijk. Met ook Lepisto. En Audrey Cordon, de winnares van afgelopen vrijdag. Maar het gaat breed uit over de weg. Zodra ons iets bekend wordt over de voorsprong van de dame links. Nou, we worden op onze wenken bediend. 1 minuut 34. Lange tijd was het 30 seconden. Wat kan die vrouw fietsen? Want dan kun je wel zeggen, er wordt niet voluit gereden daarachter. Nee, dat klopt. Maar je moet het wel alleen doen. Zeker. En ze heeft net een heel stuk tegenwind gekregen. Dus het is knap dat zij zo lang alleen vooruit kan. Grace Brown. En daarachter is het echt kijken van wie gaat het werk doen. We rijden verder in westelijke richting zo dadelijk. Betekent toch veel tegenwind ook. We zien toch wel dat de teams zich hier een beetje gaan formeren. Dus de meiden van Trek Segafredo gaan bij elkaar fietsen in het wit-blauw. De rensters van Team Sunweb zoeken elkaar op om als er iets mocht gaan gebeuren dat ze bij elkaar zitten en met z'n allen van voren vertegenwoordigd zijn. Er zal toch iets van een samenwerking tot stand moeten komen. Bastianelli, de kleuren van de Europese kampioenstrui, rijdt nu naar voren. Derde positie rijdt ze. Grace Brown dus op ruim anderhalve minuut. Is ook weer niet zo gek dat ze dit kan. Ze werd dit seizoen, want in Australië is het gewoon zomer op dit moment, werd ze nationaal kampioen tijdrijden. Dan zijn we in Nederland met z'n allen aan het schaatsen. En wordt daar op 8 januari het Nationaal Kampioenschap Tijdrijden verreden in Australië. Grace Brown. Dus ze heeft al heel wat fietskilometers in de benen dit seizoen. Vos spaart zich. Het nieuwe team. CCC. Heeft natuurlijk weer veldritten gereden dit seizoen. Ook goed gereden. Maar zo dominant als ze, laten we zeggen, 6, 7, 8 jaar geleden was. Zo is ze niet meer. En de reden ook dat ze wedstrijden uitkiest. Ja, en ik denk dat dat heel goed is. Het niveau van het dameswielrennen is echt flink de lucht in gegaan. En kan je niet alles meer rijden als renster. Dus het is goed voor haar dat zij selectief met haar programma omgaat. En echt haar piekmomenten gaat uitzoeken. We zien hier Lucinda Brand, die ook als veldrijdster, Nederlands kampioen veldrijden, dit werk goed aan kan over de keien. Duwen, trekken, hectisch werk. Zij kan alles. Zij kan echt alles. Nederlands kampioen op de weg geweest. Maar heeft ook wel eens een etappe in een Giro gewonnen, waar de Mortirolo in zat. Dus ja, ze kan alles. Ze kan alles. Blaak op kop. Spaart zich niet. Zal ook moeten. Er moet iets gebeuren. We rijden Hogeveen uit. En nog altijd Grace Brown. Wint niet zo heel veel wedstrijden. Maar als ze alleen is, dan is ze op haar best. En we kijken hier op de rug van Roxane Kneteman. Nummer 71.
Ze rijdt voor Park Hotel. Wat is dat voor een team? Leuke vraag. Ja, dit is mijn, mijn team. Park Hotel Valkenburg is echt een opleidingsteam. We zijn met veel jonge meiden. We hebben 16 rensters in het team. Ten opzichte van andere teams is dat echt een heel aantal. Maar omdat we met zoveel jonge meiden fietsen, hebben we dat ook echt nodig. En Roxane Kneteman is dan echt de koerskapitein en de ervaren renster bij ons. En zeer sociaal. Zeker, ja. Ja. Nog een kleine 30 kilometer af te leggen met minimaal 15 kilometer nog straffe wind tegen in westelijke richting. Dit zijn beelden van de derde groep, dus het valt weer wat uit elkaar. Maar die gaan terugkomen als het zo doorgaat bij die tweede groep die nog vrij groot is. Dus de situatie op een kleine 30 kilometer van de streep. We hebben één koploper met ruim anderhalf minuut voorsprong, Grace Brown. Dan deze omvangrijke groep die af en toe wat uit elkaar valt en dan weer in elkaar schuift. En daarachter, u zag het vanuit de lucht, een wat kleinere groep die dichter bij deze groep komt. Onder aanvoering van Chantal Blaak. Nog steeds is het kijken. Ja, en hier in het fluor ook de Australische renster Chloe Hosking. Het tempo gaat iets omhoog omdat we richting de keienstrook gaan. En omdat de voorsprong natuurlijk nu wel erg groot gaat worden, 1 minuut 55. Dat is toch wel serieus. Nationaal kampioen tijdrijden, Grace Brown. Laat zien waarom ze die titel op 8 januari van dit jaar in de wacht sleept. Want dit kan ze dus goed. Geen sprinter. Maar ja, hebben ze in Australië ook van die kei. Ze heeft er inmiddels kennis mee gemaakt. We hebben al wat keienstroken achter de rug. Het peloton wordt langzaam maar zeker toch een beetje nerveus, schat ik zo in. Hier zitten eigenlijk alle toppers. Amy Peters, Chantal Blaak, Jip van der Bos, Gracie Elfin, die alles op het podium stond. Kirsten Wild in bloedvorm. Lucinda Brandt, Janneke Ensing, Floortje Makkai aangesloten. Lotte Kopecky, Helle van Dijk, Lotta Lepister. Dat is de kampioene van Finland. Marianne Vos niet te vergeten. Drievoudig winnares. Chantal Blaak, u ziet het daarvoor in beeld. Ode Bianique. We zien ook Mieke Kreuger hier nou in beeld. En dat doet zij voor Marta Bastianelli, haar teamgenoot. Tiffany Cromwell in het gestreepte tenue van Canyon Tram. Zij rijdt hier voor Alice Barnes en Alexis Ryan, die vorig jaar tweede werd. Maar ik zag ook net in het Nederlandse tenue Amber van der Hulst. Een hele jonge renster die hier met de Nederlandse selectie een kans krijgt om aan het World Tour niveau te kunnen gaan snuffelen. En dat doet zij supergoed. We krijgen straks de volgende keienstrook op de Echtense Dijk. Dit zijn beelden van de derde groep vanuit de lucht, waar echt wel goed samengewerkt wordt om terug te komen in groep 2. Na die keienstrook aan de Echtense Dijk volgt er nog eentje aan de Echtense Weg. En in de finale nog bij Gijsselte een strook van bijna 3 kilometer. Dat is de reden misschien ook dat er nu zo wordt geaarzeld. Want op het moment dat je die strook oprijdt, dan gaat het toch echt wel gebeuren. Ja, en dat weet ook Lisa Brennauer, die hier ook vaak een finale heeft gereden. Zij gaat zich ook van voren melden. Makkai zit dus weer voorin. Ja. Die zien we daar rechts voor in beeld. Dat is de eerste groep achter Brown.
dit is de groep en dat is een mooie waaier, dubbele waaier zoals het heet, waar kop over kop wordt gefietst. Ja, we zien dan drie rensters van Team Movistar. Dus die, die hebben de boot gemist, maar proberen nu terug te komen. En ik denk dat daar de Noorse renster Susanne Andersen van het Team Sunweb in het rood ook bij zit. Die was dus al gelost. En het kan zo dat het Amelie Diederiksen ook rechts in het rode tenue van Boels Dolmans terug gaat komen. Ze komen dichterbij. We zijn bij het Schapenmeer onder de A28 door. Oei, val midden in die groep. We zien Marianne Vos op en Ellen van Dijk op de grond. Van Dijk is het, zeker. Ja. Makai staat er linksboven in beeld. Ja, samen met Elisa Balsamo, de hele jonge Italiaanse renster. Dat is tweedejaars, maar Ellen die blijft liggen, dat is niet goed om te zien. Dit is de weg naar Gijsselte. Hier gebeurt het. Midden in die groep. Ja, het is Van Dijk zelf die zomaar onderuit gaat. Die raakt daar links in de goot. Uit balans. En als een soort domino spel haalt ze de andere mee onderuit. Althans, zo zie ik het. Volgens mij is het Van Dijk die als eerste gaat. Ja, klopt. Bam, daar. Ja, dat is een vervelende val. We zijn op de weg van Pessen richting Echten Gijsselte. Ja, en ze zullen, verwacht ik, nu toch niet gaan wachten op degene die onderuit zijn gegaan. Want je kunt er maar beter verlost van zijn in de finale. Dus die groep is in twee stukken uiteengespat. En daarom zie je ook altijd een renster zoals Amy Pieters, die toch echt bij de eerste 10 wil gaan fietsen. Brand zit ook mooi voorin daar, rechts in beeld. Blaak heeft het allemaal overleefd. Rensters van Boels Dolmans goed vertegenwoordigd. Ja, Audrey Cordon. En hier ook Lisa Klein in het gestreepte tenue van Canyon SRAM. Een hele sterke Duitse renster. Bastianelli midden in die groep in haar kampioenstrui van Europa. Dit is de groep die wat achterop is geraakt. En dit werkt niet in het nadeel van Gracie Brown. De groep met de Belgische kampioenen rechts in beeld kan dus uiteindelijk weer aansluiten. Marlies Dom. Hier Diederiksen midden in beeld. Mieke Kreuger tussen de auto's kan ook weer aansluiten. Dus de groepen 2 en 3 schuiven nu in elkaar. En zoals ik het nu kan inschatten, zijn alle slachtoffers van de val nu toch ook wel weer terug? Of is Van Dijk nog op achterstand? Nee, ik zag haar wel net voor in de groep. Dus misschien is het een andere renster van de van het team die was gevallen. Ja.
hier, Brown, die gaat beginnen aan, ja, is het een keienstrook of is het een modderstrook geworden? Er is gekeurd vanochtend voor de start of het eigenlijk wel veilig genoeg was om hier overheen te glibberen. Oordeelt u zelf, de motor doet dat heel knap. Die rijdt dus hier ook over de keien. Je zou ook kunnen kiezen voor dat asfaltpaadje daar links. Dat is voor de rensters in ieder geval niet toegestaan. Maar je moet knap kunnen sturen, ook een motor, om hier in de modder overeind te blijven. Maar dat kunnen die mannen. En Grace Brown, die toch echt goed doortrapt. Ja, dat ziet er nog goed uit. Ze heeft een goed ritme. Ja. En ze kiest de droge stroken. En hier wordt het toch hectisch. En ik zie toch Ellen van Dijk weer halverwege dit peloton. Dus ik denk dat het misschien een ander teamgenoot van haar was dat op de grond lag. Grote groep hoor. En dan ben je niet in het voordeel als je dan die keienstrook opfietst. Er hoeft maar één een stuurfoutje te maken of weg te glibberen en het hele spul gaat onderuit. Je moet dus eigenlijk gewoon voorin zitten. Drenthe op zijn mooist. Kijk toch eens naar die schitterende kleuren. En nu maar hopen dat het daar overeind blijft. Je moet toch enige afstand houden om wat veiligheid in te bouwen. Ja, want daar is het spek en spek en spek glad. Nu zijn de rensters vandaag al meerdere keienstroken overheen gereden. Ja, maar dus deze is slecht hoor. Ja, deze ligt slecht. Het is ook meer een gravelstrook. Er zit echt wat los zand. Nu modder geworden, maar we zien hier op kop Alexis Ryan. Nummer 2 van vorig jaar. Ja. Makai zit goed voorin nu. Cordon, Diederiksen, Alice Barnes, Sarah Roy, Romy Kasper. En Lotte Kopecky, ook Lotte Kopecky komt van de wielerbaan, dus heeft nog snelle benen. En die kunnen vaak goed sturen. Dit is Makai. Makai, daarachter zien we Lisa Klein en Jip van der Bos daarvoor. En Jip van der Bos, ja, goed begonnen aan dit seizoen na het drama vorig jaar van de bekkenbreuk in juni. Moest revalideren en van der Bos won al een koers die je een beetje kunt vergelijken met de Ronde van Drenthe in België, Le Samen. En nog steeds Grace Brown. Ja, we zien toch hier wel dat het echt meer een veredeld zandpad is geworden. Modderpad. Nu eens even kijken hoe het eruit ziet als je een camera, en dat gebeurt in dit geval bij Eva Buurman, monteert op de fiets. Dan ziet het er zo uit. Je voelt het trillen. Je ziet het. De aanslag op het lijf en het materiaal. En hoe gevaarlijk het fietsen is. Handen bij de remmen. Voortdurend opletten. Niet wegglibberen. Het zijn prachtige beelden. Met een klein cameraatje dus vanaf de fiets op die kasseistrook, of keienstrook moet ik zeggen, bij echte. En het gaat allemaal goed. En we zijn weer in de lucht bij het echtens paradijs, zoals het hier heet. Oordeelt u zelf. Ik ben het daar eigenlijk wel mee eens. En daar zijn dus nog weer keienstroken gevonden die een aantal jaren geleden daar natuurlijk ook al lagen. Die liggen er al heel lang. Maar nooit zijn opgenomen in de Ronde van Drenthe. Die moesten gereviseerd worden. Het was te slecht. Ja, afgelopen jaar zaten ze ook in het parcours. Werden ze vaak nog wel afgekeurd, hè? Ja, afgelopen jaar was dat ook het geval. Op het laatste moment is die strook er toch uitgehaald. Omdat deze te slecht lag. Ja, we hebben de Strade Bianche in Italië. Onverharde weg. Het is een beetje een tendens geworden om dit maar op te nemen in wedstrijden om het spectaculairder te maken. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat daar dan ook wel sprake van is. Maar waar ligt de grens van veiligheid? Hè? Ja, dat is heel lastig te zeggen. We hebben nog een hele mooie wedstrijd, dan wel niet voor vrouwen, maar wel voor mannen in Drenthe. De Slag om Norg.
Maar de Strade Bianchi is wel een mooie, spectaculaire koers. Ik denk voor de toeschouwers en voor de kijkers achter de tv ook heel leuk om te kijken. Maar voor rensters en renners wordt het ook af en toe wel eens gevaarlijk. En dan is het goed dat een jury en een koersdirectie kan ingrijpen als het te gevaarlijk wordt. Waar ligt voor jou de grens? Of is dat heel arbitrair? Ja. Nu is er gezegd bijvoorbeeld dat windkracht 5,5 mag je de Van Berg niet meer over. Nou ja, we hebben natuurlijk vrijdag gezien wat er kan gebeuren. Ook in de afgelopen weken zijn de koersen afgelast vanwege de wind. Omdat de bomen omvielen op het parcours. Ja, ik denk dat je dan als organisatie de koers gewoon moet aflassen. Omdat je niet voor de veiligheid van de rensters en de renners daarin staat. Maar goed, het is een heel grijs gebied eigenlijk. Het maakt de koers spectaculair, het maakt de koers anders om over een terrein te gaan dat niet asfalt is. Maar wanneer de veiligheid echt van de rensters en het grote deel van de groep in het gevaar is, dan is het slim om zo'n strook eruit te halen. Ja, het levert in ieder geval prachtige beelden op. En tot op heden gaat het toch allemaal vrij goed, moet ik zeggen. Ja, we hebben natuurlijk ook te maken met een select groepje rensters dat hier aan de start staan. Het dameswielrennen is wel flink in opkomst, maar aan de World Tour mogen niet alle teams meedoen. En dus zie je eigenlijk alleen maar prof of semi-prof rensters hier aan de start staan. Dus die meiden die hebben zoveel ervaring en weten hoe om te gaan met al deze omstandigheden. Dus zie je ook wel minder valpartijen in dit soort grote wedstrijden, in tegenstelling tot een koers dat afgelopen vrijdag werd georganiseerd. Waar je toch wel wat meer niveauverschil ziet en dus ook valpartijen. En dat heb je met deze World Tour een stuk minder. Nee, dat wordt prima gestuurd op dit moment. Ja. Zeker over die gladde stroken bij echte. En dit maakt de hel van het noorden ook tot de hel van het noorden. Want je ketting wordt er ook niet beter van, hoor. 1 minuut 31. Het is meer geweest. Het is 2 minuten geweest. Het gaat naar 1 minuut 31. De 26-jarige Grace Brown uit Australië. Tijdritkampioene rijdt nog altijd, maar heeft een halve minuut ingeleverd. Want er wordt ook wel gekoerst intussen daarachter. Ja, de positie wordt vooral gehandhaafd hier. Hierachter. Ik had iets meer vuurwerk verwacht, eerlijk gezegd. Dit zijn toch wel de stroken waar je nog verschil kan gaan maken. Dus of de rensters willen graag een massasprint, maar ik denk niet dat iedereen daarop zit te wachten. Zeker niet met Kirsten Wild en haar snelle en benen. En Pieters, en inderdaad, je noemt Kirsten Wild, Hosking. Ja, dan speel je die sprinters in de kaart. En je kunt je eigenlijk niet voorstellen, als je kijkt naar deze beelden, dat de groep zich naar de slagbank laat fietsen. In de wetenschap dat die sprinters toch de baas zijn als we in Hogeveen terug zijn. In de Alteveerstraat waar ruim baan is om te sprinten. Die moet je er eerst afrijden. Ja, klopt. Maar goed, het is wel al een lange dag en een zware dag geweest voor de meiden. Dus je moet het ook nog maar kunnen. Om echt dat verschil te kunnen maken. Is het geniveleerd, de krachtsverhoudingen? Vroeger had je Van Moorsel die er boven uitstak. Je had Marianne Vos die er boven uitstak. Is dat veranderd? De Nederlandse vrouwen zijn sowieso in de breedte erg goed. Maar andere landen, ja. Ook. Inmiddels. Je ziet eigenlijk geen nivellering. Maar je ziet een verbreding van de top. Dus het niveau komt niet bij elkaar. Maar het niveau aan de bovenkant wordt groter. En het aantal rensters dat dit niveau aan kan en finales kan gaan rijden. En met elkaar de concurrentie aan kan gaan. Is gewoon een stuk groter. Je ziet dat Duitsland het erg goed gaat doen. Italië heeft een supersterke formatie. Maar ook Australische rensters. Ik heb de indruk dat Brown het een beetje moeilijker krijgt. Ja. We zijn in een bos nog steeds in de buurt van Echten. Waar geen end aan lijkt te komen. Het is een soort oerbos hier. Een schitterend gebied. Het zuidwestelijke deel van Drenthe. Ja, Echtens paradijs. De rensters hebben natuurlijk ook al ruim 150 kilometer erop zitten. Dus dan is het ook. Dan gaan de kilometers ook tellen. Ja. En zeker alleen tegen de wind in kost dat heel veel energie. Terwijl dat je in de groepen achter ook lekker kan schuilen.
Ik heb de indruk dat ze het moeilijk krijgt, deze Grace Brown. En dat kan ook niet anders. Kijk naar die pols. Ja. Dit is ook anders, hè? Deze finale van de Ronde van Drenthe hebben we nog niet zo vaak gezien. Waar die keistroken. En we hebben er al heel wat gehad, hè? Vanuit de start. Dan 3 keer de Vanberg over. Met stukken van 17%. Dit zijn ook geen misselijke afstanden, voor vrouwen ook niet. 160 kilometer. Ja, dat gebeurt niet dagelijks in ieder geval. Nee. Die kilometers gaan nu tellen. Ja. En dat is misschien ook de reden dat de vrouwen wat voorzichtig zijn hier in deze achtervolgende groep. Want iedereen voelt het. Ja, zeker als je nu over deze keien rijdt. De renners hebben buien gehad. Het is koud. Ondanks dat de zon schijnt, is het toch fris. En zeker als je helemaal nat geregend bent. Ja, het schudden op de fiets, de weerstand die je voelt van de keien, dat gaat nu echt allemaal meewegen. En daarom is het knap dat deze Grace Brown nog steeds voorop rijdt. Maar ik heb het idee dat dit niet tot aan de finish gaat zijn. Nee, dat kan haast niet anders. Maar dan heeft ze zeer en zeer dapper gereden, deze Grace Brown. 1:28, het valt me nog mee, ze verliest niet al te veel. Ja, goede kant op. Dat lukt nog net. Ja, dit is toch wel vervelend dat er niet iemand staat om haar de goede kant op te sturen. Ja, er staat iemand, maar die reageert eigenlijk een beetje traag met de vlag. Ja. En hier is die grote groep. Met alle grote namen. We noemen er nog een paar. Amy Pieters, Chantal Blaak, Jip van der Bos, Gracie, Elvin, Kirsten Wild, Lucinda Brand, Janneke Ensing, Floortje Makai, Marianne Vos. Heb jij Lorena Wiebes al gezien? Dat is een talent, hè? Ja, dat is zeker een talent. Maar ik heb haar helaas niet Is dit nog een beetje te groot voor haar? Ik denk dat ze zich wat heeft vergist in haar positionering. Ze heeft wel afgelopen jaar echt een stap gemaakt. Ook mooie uitslagen gereden afgelopen jaar en haar basis toch weer mee te kunnen vergroten. Alleen misschien is dit gewoon nog een brug te ver. Zij wordt gezien als een van de grootste talenten van Nederland op dit moment, toch? Ja, Lorena is echt wel een sprinter type. Maar kan ook een heuvel en een wat klim en lastige koersen kan zij goed verteren. Dus het is jammer dat we haar niet hier vooraan zien. Maar goed, ze is nog hartstikke jong. Ze is vandaag 20 geworden. Dus wellicht in de toekomst. Oké, okay. Lorena Wiebes, onthoud haar naam. Vorig jaar toch ook al goed in de uitslagen. Maar hier moet nu wel iets gaan gebeuren. Wil het nog een echte finale gaan worden? Grace Brown op minder dan 1,5 minuut. 1,68 meter groot. Het is nu 1,15 geworden. De achtervolgers komen dichterbij. De benen raken vermoeid, de kilometers gaan tellen. En we zijn weer in het open veld waar de wind weer een grotere rol gaat spelen. Het moet ook een grote omschakeling zijn voor deze dame. Wetenschap dat het zomert in Australië en dan kom je in dit soort omstandigheden. Met Van Dijk die nu stevig op de pedalen gaat staan. Ja, Elle Van Dijk. Met daarachter in het fluorgeel Chloe Hoskin die alert is. En ook Floortje Makai die het gevaar heeft gezien. En wederom Amy Pieters die altijd van voren zit. Kan die meid rijden? Die rijden er niet zomaar af. Het is ook mooi te zien de renster met de fluorgele fiets helemaal aan de rechterkant. De renster Elisa Balsamo om hier haar nog te zien fietsen in de finale. Het is ook een hele jonge renster, een Italiaanse talent, een sprinster. Met een gele fiets, hè? Midden nu, rijdt naar voren. Ja. Ja, daar komt een nieuwe lichting aan. Maar hier in deze groep niet een team dat overheerst. Ze zijn nog met zoveel dat er nog niets beslist is in deze Ronde van Drenthe. En we weten dat er ook nog vele sprinsters vertegenwoordigd zijn. En als je dus iets wil en je kunt niet sprinten, moet je nu iets gaan ondernemen.
Ja, de renners hebben nu 147 kilometer gereden. Dus er volgt nog één laatste keienstrook. Iets minder dan 20 kilometer nog. Ja, dus het kan zijn dat de renners daar toch nog een beetje op gaan wachten. Dat is een keienstrook trouwens, voor zover daar wind kan staan. Met de wind in de rug, dacht ik zo. Ja, en dat is eigenlijk wel de gevaarlijkste wind die je dat kan hebben. Zeggen. Dat wil ik maar zeggen. Zeker op een keienstrook. Maar ja, we gaan het afwachten. Het is redelijk droog gebleven in deze finale toch. Maar u ziet aan de gezichten wat er onderweg al gebeurd is. Dat is genoeg. Ja, hier Amy Pieters in het oranje. Zij won vorig jaar. Ja. Deze dame midden in beeld in het oranje. Chantal Blaak heeft haar jasje uitgedaan. En dan zien we een mooie driekleur. Ja. Als Nederlands kampioenen. Elle van Dijk. Nou ja, het is zwart geworden. Normaal gesproken wit nu. Ja. Met donkerblauw. Ja, de Drentse hel van het noorden. En u ziet ook waarom. Als mijnwerkers fietsen ze daar in de rond. Dikke minuut nog. Minder zelfs. 48 seconden voor Grace Brown. Ja, het tempo gaat nu echt omhoog richting die laatste kasseienstrook, keienstrook. Ja, het is zo makkelijk zeggen van als je nog iets wil, dan zul je het nu moeten doen. Met zo'n keienstrook nog voor de boeg. Maar je moet het ook kunnen, die kilometers tellen. Maar wie wil er nu met een sprinter naar de streep rijden? En er zijn er een paar. Pieters voorop, Kirsten Wild in bloedvorm. Chloe Hosken. Heb je dan de beste gehad? Ja, qua pure sprinters denk ik wel dat zij heel snel zijn. Lotte Lepisto is ook een hele snelle renster. Maar ik vind het opmerkelijk dat deze sprinter zoveel kopwerk zelf verricht. Nou ja, ze wil echt uit het gedrang blijven. Wat wij al zeiden, de wind komt dadelijk schuin van achter. Positie is zo belangrijk in deze wedstrijd. Dus als het mocht gaan breken, dan zit je in ieder geval goed. En Ellen weet het als geen ander. Maar ook Kirsten Wild, die we helemaal links zien. En Lisa Brennauer. Dus 48 seconden. Brown heeft het heel lang volgehouden, maar gaat het uiteindelijk niet redden. Dat weten we vrij zeker. Blaak, de Nederlandse kampioen, komt van kop af. Ja, en Pieters, lange aflossingen toch ook. Knap. Ja. En Romy Kasper in het fluo-gele tenue. Als knecht van de Chloe Hoskin, die iets meer achteraan fietst. En we zien toch dat het echt in waaier gaat, wordt getrokken door de meiden van Boels Dolmans. Met een hoofdrol voor Diederiksen ook in het zwart. Zij heeft nog een jekje over haar, laten we zeggen, teamshirt aangetrokken. 40 seconden nog. Het gaat er met grote happen vanaf. Betekent dat aan de achterkant van deze groep, het kan haast niet anders, in één beeld gevangen nu zelfs, 40 seconden, dat er uitvallers moeten zijn. Op het moment dat Pieters, Blaak, Diederiksen daar kop over kop aan het fietsen zijn. En Jip van der Bos ook goed. Ja, hier centraal in beeld. Romy Kasper die ook haar werk doet voor haar teamgenoot. Marianne Vos die aan de linkerkant voorbij schuift. Ja, die komt naar voren met de oranje helm, helemaal links. Ja, ze heeft haar armstukken uitgedaan, dus die is klaar voor de finale. Ja, en die wacht misschien op die laatste strook. Zij kan natuurlijk geweldig sturen door die modder. En dan is het na die laatste strook nog maar 12 kilometer, dacht ik. Ja, zelfs nee, iets minder, 9. 9. Ja. Dat is interessant. Ja, Brown is het aan het opgeven. En dan krijgen we een nieuwe situatie. En dan heeft zij de koers mede hard gemaakt. Het is jammer dat zij niet een paar rensters meer met zich meekreeg.
Maar goed, het is super mooi dat zij zo lang vooruit heeft kunnen rijden. Maar de koers wordt hier nu echt opengebroken. Ja, dit is fietsen nog even voor de bühne. Want wat eens 2 minuten was, is nog maar een half minuutje of minder. Ja, en zodra je in het zicht bent, ben je als een rode lap eigenlijk. Ja. Dan kunnen er nog 2 dingen gebeuren. Waaier vormen. En natuurlijk op die laatste keienstrook nog aanvallen. En wellicht, laten we het niet hopen, een val die voor een schifting zorgt. Maar er zijn rensters met plannen in de finale van deze Ronde van Drenthe. Kan ook niet anders. Met Blaak in een hoofdrol. De Power Girl. Nee, je ziet ook Kirsten Wild die het wiel heeft gekozen van Marianne Vos. En daarmee zichzelf goed voorin positioneert voor de volgende keienstrook. Dus erg alert. U zag vanuit de lucht nog een glimp van de Vanberg in de verte. Het is rood. Daar waar we een deel van de finale hebben gefietst. En zo ziet het er achterin uit. En nog steeds een vrij grote groep. Minder dan 15 seconden van de koploopster. Kanneke Ensing. Nu, ja, hier staat Brown. Ja, en die wordt dus niet aan de verkeerde kant op gestuurd. Dat is jammer. Nou ja, het heeft geen gevolgen voor de wedstrijd. Want Brown zou het toch niet redden. Ensing zag ik een beetje achterin zitten. Ja, en Janneke is wel een hele sterke renster. Maar houdt niet zozeer van het duwen en trekken in het peloton. Renster toch altijd redelijk afwachtend koerst. Dus dat zij hier van achter zit. Er was toch ook niemand die haar die kant op wees, maar... Het zal ook de vermoeidheid zijn, denk ik. Aan de andere kant is het altijd wel belangrijk dat de mensen die er staan meteen ook een kant op wijzen die wel goed is. Ja, hier zien we Gracie Elvin. Die neemt nu meteen het heft in handen. En er wordt zowel een waaier opgezet op de halve baan. Het gaat nog even op de kant, toch? Ja. Met Van Dijk ook mee voorin. Met Diedriksen nu, gevolgd door Blaak. Blaak, het is nog steeds te zien in het rood-wit-blauw. Ja, daarachter Romy Kasper, Ellen van Dijk, Gracie Elvin. Ja, en hier gaan de rensters toch eraf. Met Alice Barnes. Ja, Tiffany Cromwell. Alexis Ryan. Die vorig jaar tweede was, staat nu op breken. En ook Lisa Brennauer moet hier... En Chloe Hoskin. De groep laten gaan. Hoskin, achter deze dame met nummer 62. Als ik het goed heb gezien. Ja. Ja, en dat is een van de sprinters die ze eraf moeten fietsen. Dus die dame daar links in beeld. Ja, en dus nou zal Lisa Brennauer niet willen dat deze renster terugkomt. Goed, Hoskin er dus af. Brown moe gestreden. Brennauer een paar keer gelost. En waar zit onze Jannes Mulder? Ik heb positie genomen achter het nummer 183, u wel bekend uiteraard. Hebben dat de Janneke Ensing, die achterin dat peloton het erg moeilijk heeft. Was betrokken bij die valpartij, moest terugkomen, heeft de mond wagenwijd open. Janneke Ensing gaat proberen echt naar voren te komen, maar het is werkelijk waar een veldslag. Ze zien eruit of ze de veldrit van Gieten hebben gereden, Herbert. En op dit moment gaat het tempo ontzettend omhoog en het lijkt dat Janneke Ensing moet passen. Ja, Ensing, ik had al een beetje die indruk. En jij zei het ook, Ezra Tromp. Ze heeft wat moeite met positie kiezen. Ze is ook niet brutaal genoeg. Dus ze kan hard fietsen, daar is iedereen het over eens. Ja. Maar misschien wel eens te bescheiden. Terwijl we hier die strook op fietsen. Het is meer greffel dan kei. Maar in elk geval glad en modderig met Chantal Blaak op kop. Ja. Oei, wat moet je hier goed sturen? Ja, dan is het fijn dat je lekker voorop zit. Ja, dan gaan we toch richting de laatste 10 kilometer van deze Ronde van Drenthe. En dan moet het ook hier gebeuren. Met Blaak op kop.
Met Van Dijk daarachter. Dan Casper. Nee, als ik het goed heb gezien. Gracie Elfyn. Gracie Elfyn, ja. Maar er valt een gat. Er vallen gaten. Dit is de groep van Ensing. En daar rijdt ze met 183. Janneke Ensing uit Gieten. Die toch de voorste moet laten gaan. Betrokken eerder bij een val. Met Lauren Kitchen achter zich met 54. Ja, en Mieke Kreuger. Ja, Janneke is wel echt meer een renster voor het dat heuvelachtige parcours. Sterke renster, maar dit duwen trekken ligt haar iets minder. We zullen haar vast en zeker nog zien in Amstel Gold Race, in de Waalse Pijl en dat soort parcoursen. Maar vorig jaar was ze toch goed in Lussam, hè? Dacht ik. Ja. Dat is toch wel te vergelijken met wat we hier zien. Maar goed, daar kreeg ze misschien de ruimte die ze hier niet kon vinden. Bovendien, dat vechten op je plekje als het gaat om de harde wind, daar is ze niet zo goed in. Hier zien we Kirsten Wild aan de rechterkant naar voren komen. Boels is degene die het tempo bepaalt en het wordt nu toch weer een slagveld. Hier blijven echt alleen de allerbeste over. En wat is Blaak toch sterk, de Nederlands kampioen. Zou Pieters er nog aan? Ja, die zit er die bij. Zit daar zeker. Ja. En ook Marianne Vos zit als laatste van dit groepje. In het oranje van team CCC Liv. Nog even terug naar Jannes. Hoe gaat het op de keien, Jannes? Het is levensgevaarlijk, Herbert. De dames glibberen van links naar rechts, maar ook de motoren die rijden van links naar rechts. Het zijn kunstenaars, die motorrijders van ons, om dit überhaupt in beeld te gaan krijgen. Het is glibberen. We gaan tekeer. We gaan naar links en rechts en de groepen die vallen uit elkaar. En we gaan op weg naar een spetterende finale. Dat is een ding wat zeker is, want u ziet wat u ziet. Het gaat volledig uit elkaar. We zitten op de laatste strook van de finale. Hier hebben de vrouwen kennelijk op gewacht. Chantal Blaak heeft de gashendel opengetrokken. Zij leidt de dans met als gevolg dat hier, u ziet dat in beeld, groepjes rijden met onder meer Janneke Ensing. Die nu ze de ruimte heeft, wel weer heel hard aan het fietsen is. En ik heb niet de indruk dat ze nu echt veel terrein verliest. Maar ze moet het kennelijk alleen doen in de achtervolging op de voorste groep. Onder aanvoering van Chantal Blaak. Hier kilometers lang Blaak op kop. Het is een lange strook. Het is een strook die inderdaad zorgt dat het een echte finale wordt in deze hel van het noorden in Drenthe. Ja, een strook van 3 kilometer. Dus waar echt verschillen gemaakt kunnen worden. En dat doet Chantal Blaak super. Met daarachter Ellen van Dijk en ook Kirsten Wild. Dat zijn nogal kanonnen die je daar noemt. Ja, en ik weet niet of Chantal Blaak heel blij is met het gezicht in de derde positie. Het liefst wil zij daar nu met Kirsten Wild niet naar de streep rijden. Daar gaat dus Van Dijk. Ja, Ellen Van Dijk. Van Dijk moet het ook, als ze zelf wil winnen, op deze manier gaan doen. Maar Blaak. Ja, ze heeft ook gezien dat daar haar snelle teamgenoot Lotte Lepisto niet in deze groep zit. Dus ze moet ook wel. Ze heeft geen snelle sprinter meer. Dus dit is de enige manier waarop zij eventueel de koers kan beslissen. Nou, kijk eens, ze heeft dan toch 10 meter te pakken. Dus Van Dijk krijgt misschien die ruimte niet, maar pakt hem gewoon. Uit het team Trek Segafredo. Ja, en daar zijn de meiden achter haar kijken. Kirsten Wild met snelle benen. Marta Bastianelli in de Europese kampioenschapstrui ook met snelle benen. Die denken, ja, als ik het nu moet gaan doen, dan ben ik dadelijk verloren in de sprint. Ja, ze zet de turbo erop, hè. Dit is Van Dijk zoals je haar graag ziet. Zij was de wereldkampioene tijdrijden. Het ging een aantal keren ook mis in de tijdrit. Denk maar aan de Olympische Spelen. Denk maar aan de wereldkampioenschappen daarna, als ze wel eens last kreeg van knikkende knieën. Maar als het tussen de oren allemaal goed zit. Hartfietskansen. Ze heeft gewoon die andere uit het wiel gereden. Want Blaak, die zat erachter. En kijk eens, die 10 meter, dat is 30, 40, 50.
Het is inmiddels 63 meter geworden. Ja, er wordt achter haar getwijfeld. Chantal Blaak probeert nu wel een soort van achtervolging op gang te zetten. Alleen ziet daar ook meteen Kirsten Wild en Marta Bastianelli in haar wiel. Nou, en dat wil ze liever niet. Ze wil liever dat Amy Pieters meekrijgt van haar eigen team. Floortje Makkai sluit aan dadelijk bij Kirsten Wild in het wiel. En Van Dijk gaat de benen niet meer stilhouden. En dan zitten er een paar bochten in. Ideaal voor Van Dijk. We rijden terug richting Hogeveen nu. En dat betekent dat de wind nu voor een deel in de rug is. Ja. Bij het verlaten van de laatste keienstrook. En dan valt het daarachter ook nog uit elkaar. Heeft Blaak Wild achter zich, denk ik. Ja, nee, dit is Marta Bastianelli achter. Chantal Blaak moet toch, dat ja. Moet toch Blaak zijn? Ja, zeker. Ja, de Nederlands kampioen. En daarachter Makkai. Met Lotte Kopecky. En Romy Kasper in het fluorgeel. Van Dijk gaat dit niet snel meer uit handen geven. En dan is de vraag of Bastianelli over wil nemen. En Bastianelli heeft toch ook een aardig sprintje in de been. Van Dijk nog altijd. En die voorsprong wordt niet groter. Daarachter wordt nu weer geazeld omdat anderen aansluiten. Wild, zie ik daar. Ja, met Amy Pieters en Jip van der Bos. Ja, en wie wil er met Kirsten Wild naar de streep? Toch ook niemand? Nee. En dat is weer gunstig dan voor Van Dijk. Zeker, je ziet ook de meiden naar elkaar wenken. Gebaren maken van neem hem over. Maar ja, eigenlijk wil niemand dat meer op het laatste moment. En Ellen stoomt lekker door. Dus in de achtervolging hebben we nog drie ploeggenoten. Blaak, vlak daarachter Pieters en Van der Bos. Van der Bos die opmerkelijk goed rijdt. Ja, reed ook afgelopen jaar hier een supersterke wedstrijd. Dus het is mooi dat zij weer in die finale nu mee kan doen. En haar teamgenoten of wellicht waarvoor haar eigen kansen kan gaan sprinten dadelijk. Nou, ze is nog niet echt weg. En als Wild op een of andere manier toch nog weer terug kan komen. Nee, hier zit met Marianne Vos, die op een klein gaatje zit. Ja, die zit wat verder naar achteren. Met Lucinda Brandt in haar wiel. Twee oud-teamgenoten. Ja, ik wou het net zeggen. Die kennen elkaar door en door. Ja, zeker. Van Dijk met die prachtige tijdrithouding. Als zij goed is en ze heeft 100 meter, dan is ze bijna niet meer in te halen. En ik zie niet dat Blaak daarachter veel steun krijgt. En ik denk dat we dadelijk naar de boog gaan voor de laatste 5 kilometer. Dus dat zal haar wel positief stemmen in ieder geval. Ja. De mond wagenwijd open. Beetje zijwind nu. Hier schuift het wat in elkaar in de achterhoede. Blaak rijdt daar nog links en helemaal links. Van Dijk, waar het gat niet groter wordt, maar ook niet kleiner. Nee, maar Blaak krijgt geen steun, hè? Nee, ja, ik denk dat Blaak ook een beetje twijfelt. Want met Marta Bastianelli doorrijden, dat is ook niet slim. Want zij is supersnel ook. Dat bewees al de afgelopen wedstrijden. Dus ja, dat is een lastige positie. Hier rijdt de groep met Kirsten Wild, met Amy Pieters, de winnares van vorig jaar. Die rijdt dan ook met rug nummer 1. Ja. Lotte Kopecky van Lotte Soudal. Floortje Makkai in laatste positie. Romy Kasper. Ja, dat zijn de namen. Ja, en Bastianelli neemt nou wel over. Zie je dat? Ja, ze moet wel. Oud-wereldkampioene, regerend Europees kampioene. Nu op kop in de achtervolging op Van Dijk. En Van Dijk moet nu op de pedalen staan. En Blaak denkt, nou, als we kunnen samenwerken, dan is er nog een mogelijkheid. Ja, ik denk dat stel dat zij de aansluiting gaan maken, dat wel Chantal Blaak nog een aanval gaat plaatsen. Ze moet dan wel. Ja. Van Dijk is nog steeds niet weg. Want ook Blaak heeft zo'n turbo als Van Dijk die ook heeft. Met dit verschil dat Blaak af en toe steun krijgt van Bastianelli. Ja, en ze rent ze voor zich ziet. Dus dat werkt ook altijd fijn. Ze komen dichterbij. Ja.
En dan heeft Bastianelli ineens geweldige papieren. Zij won al de omloop het Hageland. En die andere op grotere achterstand. Dus Pieters gaat niet op herhaling als het zo doorgaat. Van Dijk heeft ook maar één keuze. En dat is doortrappen. Ja. En Blaak vraagt om steun van Bastianelli. Krijgt hij niet. Ja, het is indrukwekkend. Zoals Van Dijk fietst. En ze hebben haar nog steeds niet te pakken. We zijn in Hoogeveen. We zijn waar we moeten zijn. Dat wil zeggen, in de plaats Hoogeveen. Ja, en eigenlijk brengt Chantal Blaak nu Marta Bastianelli wel echt... In een prachtige positie. Ja. Maar ja, ze moet wel. Ellen gaat niet stoppen met fietsen. Dus ze moet wel om nog iets te kunnen gaan betekenen. Ja, en het zal toch niet stil gaan vallen als deze twee gaan aansluiten. Dus we hebben nogal wat kampioenen bij elkaar nu, hè? Ze waren alle drie wereldkampioenen. Ja. Van Dijk in de tijdrit, Blaak en Bastianelli op de weg. Hier rijdt het crème de la crème van het vrouwenwielrennen. Ja, alle en nu de vraag, wat gaan ze doen? Ja. Niemand wil eigenlijk van deze twee Nederlandse vrouwen met Bastianelli naar de streep. En je hebt het voorspeld, Blaak gaat het nog proberen. En ja. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ze heeft geen keus. Of gaat Blaak nu zeggen, ja, maar wacht eens, ik heb Elie Pieters nog achter me zitten. Die kan ook sprinten. Ik ga helemaal niet hard doorfietsen. Ja. Eigenlijk onverstandig. Wat zou jij doen? Nou ja, ze gaat nu haar zendertje zoeken en communiceren met de rest, dus daarachter. Hoe voelen jullie? Waar zitten jullie? En daar haar plan op afstemmen. Maar waarom gaat ze op kop rijden? Dat zou ik niet doen. Nee. Want hier rijden teamgenoten met Diederiksen. Van der Bos en Beeld. Amy Pieters. Ja. Dus als die nog doorfietsen, dan kunnen ze erbij komen. Ja, maar ik denk dat Amy heeft gezegd, ik ga Kirsten vandaag niet verslaan. Daar gaat Van Dijk nog een keer, maar het is een losse vlodder. Nou moet Bastianelli het dicht fietsen. Ja. En nou denk ik dat Blaak gaat zo dadelijk. Die gaat even uitrusten. Nou, ze zoekt even een gaatje om wat de afstand te pakken, denk ik. En ze heeft te horen gekregen, ik mag niet meer op kop. Ik ben ervan overtuigd. Ja. Dit is dan weer gunstig voor Blaak. Is de tijd genoeg geweest om voldoende te herstellen? Ja, want deze we gaan de laatste kilometer zien. We gaan denk ik een winnares vinden in de kop van de wedstrijd. Zodat Floortje Makkai nog de achtervolging in gaat zetten. Bastianelli wil in ieder geval wel doorfietsen. Van Dijk wil dat ook. En Blaak die zint op een moment dat ze toch nog weg kan fietsen. En Blaak staat erom bekend dat ze dat goed kan in de laatste kilometers. Hier zien we Romy Casper aan de linkerkant. Met Jip van der Bos. Ja, de anderen kunnen niet meer. Makkai houdt de benen stil. Dan gaat Wild in de achtervolging. Maar het is denk gezien het verschil inmiddels wel een achterhoedegevecht geworden. Want hier gaat het om. De voorste drie. Waar Blaak nu lange pauzes neemt. Zich nog wat moed indringt. Want dit kennen ze. Hoogeveen. Hoogeveen ademt wielrennen. Wielervereniging De Peddelaars huist in Hoogeveen. Club met grote renners in het verleden, onder meer Erik Dekker. In een verre verleden Piet Kleine. Drie finalisten. Die alle drie grote wedstrijden hebben gewonnen op wereldniveau. Hoe ga je dat karwei afmaken? Van Dijk kan niet sprinten. Zal dus ook iets moeten verzinnen. Blaak kan wel sprinten, maar kan ze sprinten tegen Bastianelli? Ja, dat wordt lastig. Ik denk dat Bastianelli hier zeker de snelste renster is. In de omloop het nieuwsblad wist Chantal Blaak het op te lossen door alleen aan te komen. Bastianelli werd daar tweede. Ja. In de sprint van het peloton. Ik gok dat Chantal nog dadelijk één keer alles op alles zet om... Kan niet anders. Drie verschillende teams.
Het is een eerlijk gevecht geworden. Ja. En Van Dijk twijfelt. We gaan naar de laatste kilometer. De kansen voor Blaak stijgen. Ze is inmiddels denk ik iets uitgerust. De kilometer zal te lang zijn. Dan krijgt die tempoversnelling zeker een vervolg. Bastianelli aarzelt, zit op kop hier. Europees kampioen, daarachter Van Dijk. Bastianelli kijkt, ja, die zegt mee fietsen. En de andere twee zeggen, ja, zoek het lekker uit. En hierachter is het nog Makkai. Ja, ze zijn wel ietsje dichterbij gekomen. Ja, ja, wat de meiden vooraan niet willen is dat Kirsten Wild hier teruggebracht gaat worden. Dus ze moeten wel tempo houden. Maar goed, ja, dat ligt ook weer lastig. Want dan doe je ook weer je eigen kansen en krachten. Ja, eigenlijk is dit een ideale positie voor Chantal Blaak. Blaak won de Ronde van Drenthe in 2016. De Nederlandse kampioene hier in derde positie. De kop wordt opgedrongen aan de Italiaanse Bastianelli. Gevolgd door Van Dijk. En zo hebben de twee Nederlandse vrouwen hier tactisch gezien een grote kans om het af te maken. We draaien de Alteveerstraat op. Daar moet het gebeuren. Blaak moet niet te lang wachten. Maar Bastianelli kijkt en kijkt en kijkt en verwacht ook Blaak. Ja, Amy Pieters maakte er vorig jaar een hele lange sprint van. Doet Chantal Blaak dat nog een keer? Ja, kijk, en dit is wel te verwachten. Blaak gaat die sprint inzetten. Bastianelli vangt het dan op. Bastianelli is eigenlijk wat explosiever. Maar Blaak kan het vaak wat langer volhouden. Het is Bastianelli. Blaak 2, Van Dijk 3. Italiaanse winnares in deze Ronde van Drenthe voor vrouwen. World Tour. Daarachter een lange sprint waar je Amy Pieters weer ziet, maar waar Kirsten Wild nog aandringt. Amy Pieters, de winnares van vorig jaar. Het is Kopecky die vierde is. Pieters wordt derde, dan Diedriksen, dan Makkai. Ja, wel een echte hel van het noorden, als je het mij vraagt. Zeker. Daar komt Kijk Marjane maar Vos naar die koppies. Ja. De zin naar brand komt nu over de finish. Achter Marjane Vos. Ja. En het is Bastianelli die zegt, ja, dankjewel. Blaak verwezen naar plaats 2. Het was net andersom in de omloop, het nieuwsblad. Waar Blaak de beste was en Bastianelli versloeg. Het was een eerlijk gevecht. En zo denken beide vrouwen erover. Nou, toch niet. Ik denk niet dat dat heel vriendelijk werd gesproken. Okay. Dat zou maar goed, wel eens die meiden die zijn natuurlijk helemaal kapot. En in adrenaline. Ja, ze is toch wel erg teleurgesteld, wat ik begrijp. Ja. Tweede, ja. Chantal Blaak tweede. Helemaal Pieters, kapot, je ziet het aan die kopjes. Winnares vorig jaar. En dan is het wachten nog de rest van het peloton. En dat komt eraan. Het zijn inderdaad mijnwerkers geworden hier. Ja, Sarah Roy komt hier dadelijk over de finish. Chloe Hoskin probeert nog het sprintje te Die was er dus afgereden als sprintster. De verslagenen toch op royale achterstand uiteindelijk in de finale van deze zware vrouwenkoers over 165,7 kilometer. Het begon vanochtend om 10:45 in Zuidwolde. En dan kijken we op de klok. Is het ruim 3:15 tegen 3:30. En weten we dat de Ronde van Drenthe voor vrouwen een Italiaanse winnaar is kent. Marta Bastianelli. Nogmaals de finish vanuit de lucht waar Blaak toch op een sprint liet aankomen. Had kennelijk ook niet meer de macht om echt aan te vallen. Bastianelli was natuurlijk al heel lang gewaarschuwd. De Europees en oud-wereldkampioene wint toch vrij duidelijk. De sprint had niet veel langer moeten duren, denk ik dan. Het scheelde niet zo heel veel. Chantal maakte nog een goede jump. Bij Chantal Blaak om die sprint echt in haar voordeel te krijgen. Ja, maar je voelt ook de pijn in de benen na ruim 160 kilometer fietsen. Dan zit er niet veel explosiviteit meer in. Dit was uiteindelijk het verschil. Minder dan een half wiel. Dan Van Dijk die derde wordt. Ja, toch wel een hele mooie wedstrijd zo.
officiële uitslag. Marta Bastianelli, gevolgd door Chantal Blaak. Dan Ellen van Dijk. Dat is de top drie. Er staat nog officieus, want ja, het jurykorps moet daar officieel nog een handtekening onder zetten. U ziet vanuit de lucht de Schutstraat, helemaal rechts begint dan de Hoofdstraat, links de Alteveerstraat waar de eindstreep is getrokken. En dat zal straks later vandaag ook zo zijn bij de mannenwedstrijd die nog onderweg is. Daar komen we uiteraard later op terug. We wachten op de eerste reacties als die al snel komen en misschien ook nog wel de huldiging. Maar dat laat nog wel eens op zich wachten. Want de dames willen zeker vandaag eerst een beetje opgepoetst worden voordat ze zich toonbaar achten om op het podium te verschijnen. Ja, er zal zeker even een droog shirtje aangetrokken worden. Nu zien we, als ik het goed heb, Ensing over de streep komen. Of was dit, we zien nu in ieder geval twee Sunweb-rensters. Ja, dat was toch denk ik een andere renster. We gaan naar de eerste reactie. En die komt van, we gaan het zien. Well, Marta Bastianelli, you're a world champion, but winning the Ronde van Drenthe, what does it mean to you? Yeah, I am really, really happy. For sure, for me, it's nice at the podium for take the t-shirt. I am sorry because I don't take much help to Black for take Van Dijk. But after in the car, you try to win her and I try. I don't have much energy, but I am very happy. What did you think when Ellen went away? Well, Ellen van Dijk. Yeah, I think it's possible a winner, but so for me, I repeat, it's nice the podium for take the t-shirt, but okay, the winner it's better. You were not strong enough to help Chantal Blaak anymore? Yeah, I don't have much help for you, but and for this I am sorry, but I think it's the cyclism this and it's so. How were the circumstances today? Yeah, it's a very, very incredible day because I am very, very cold in the first part of the race. And in the second part, there is very, very much wind. And it's a very incredible race. How were the cobblestones today? Yeah, it's not much well, the cobblestone, because it's very, very shit. And but okay, I am happy. Do you know how you look at this moment? Yeah, thank you. We hoorden de reactie van de winnares Bastianelli, die nog even gefeliciteerd wordt door Henk Vos, de vader van Marianne Vos. Ze zei van ja, ik had het heel koud, vooral in het begin van de race. Ik moest natuurlijk ook vooral tactisch fietsen in de finale. Ik wilde ook niet veel steun verlenen aan Blaak, die daar boos over was. U zag dat in beeld. Maar zegt ze, ja, zo is dat nu eenmaal met wielrennen. Je moet ook tactisch slim zijn om iemand anders uit te schakelen. Dat heeft Bastianelli slim gedaan en ze was ontzettend blij met deze grote overwinning in de Ronde van Drenthe. Want die telt natuurlijk wel als je die op de erelijst hebt staan. Je krijgt er veel punten voor. Bastianelli, ja, was uiteindelijk ook de beste en u zag dat in de sprint vanuit de lucht. Koud had ze het vooral, kilometers telden en die cobblestones, zoals het heet in het Engels, keien zoals wij ze noemen in Drenthe, die waren inderdaad heel, heel erg zwaar. Maar Bastianelli is lekker op dreef dit seizoen. Won al eerder de omloop. Het Hageland en wint vandaag dus in Drenthe. Het misstaat niet op de erelijst, ook voor Drenthe niet. Want het is een groot renster internationaal gezien. Natuurlijk zijn er ook rensters van de streek die inmiddels over de streep zijn. We hebben haar goed in beeld gezien ook. Janneke Ensing met name in de laatste 50 kilometer veel werk verricht. Maar in de laatste 20 kilometer in de problemen, daar staat ze. Ze was nog goed in Strade Bianche, waar ze achtste werd. Geselecteerd op het laatste moment, dat was afgelopen maandag, voor deelname aan haar eigen ronde. En nu zijn we ook benieuwd wat zij te vertellen heeft. Janneke Ensing, die laatste kilometers waren er een paar te veel voor jou, hè? Normaal gesproken niet, maar ik was nog gevallen. Dus ja, het was al een zware koers natuurlijk. En ja, als je net zo'n valpartij hebt voor de laatste strook, dat helpt zeker niet mee. En ja, ik heb ervoor heel veel werk gedaan voor de ploeg. Wat ik gisteren ook al aangaf in een interview. Deze koers was niet voor mij, dus ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk te werken voor Floortje Mackay en Lucinda Brandt. Dus ja, dan weet je dat je op een gegeven moment misschien net even tekort komt in de finale. Maar ja, dat is hoe het werkt, dat is hoe ons team
Normaal gesproken draait en we hebben ons, als ik goed van voren laat zien, een heel compact gereden. En helaas viel het niet onze kant op. En ja, voor mij is het gewoon dubbel klote, zeg maar, dat ik gevallen ben. En ik hoop dat de schade meevalt. Ja, hoe lijkt het met die schade? Je grijpt naar je elleboog. Ja, elleboog valt wel mee. Ik ben heel gauw ook op mijn stuitje gevallen en ook op mijn hoofd. Dus ik hoop dat niet zoals vorig jaar dat ik een hersenschudding heb. Vorig jaar leek het eerst ook wel mee te vallen. Ik kwam later ook de pijn. En ik had wel op een gegeven moment in de koers zoiets van, ik heb wat last van mijn hoofd. Dus ja, ik behaalde gewoon dubbel van. Ik heb me gewoon laten zien en voor de ploeg heel mooi werk geleverd. Maar zo'n valpartij, daar behaal ik wel van. Vooral nu, het is zo vroeg in het seizoen en als ik eruit lig, dat helpt niet mee. Nou hebben wij die Kaaien allemaal kunnen zien, in echte, vooral in die finale. We hebben er nog niet overheen gereken, hè? Dat is beschrijven hoe ze erbij lagen. Ja, het was wel modderig natuurlijk, maar ja, iedereen weet dat en dat hoort gewoon bij. Dus ik vind het op zich ook wel wat hebben. En volgens mij qua valpartij op de kasseien of de gravelstroken, hoe ze erbij lagen, sommigen, ja, dat viel mee. Volgens mij, ik heb geen valpartij gezien. Die hebben wel motoren trouwens. Ik hoop dat het er allemaal goed mee gaat. Maar volgens mij qua renners is niet veel voor ongelukken gebeurd. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Maar ja, iedereen weet het, hoe het erbij ligt. Dus extra voorzichtig dan maar. Vooraf zeiden wij samen van het zal heel selectief zijn, die omstandigheden. Waren ze selectief genoeg? Want er waren toch dik 40 vrouwen in die finale nog, hè? Nee, klopt. Ik had het iets anders verwacht. Op een gegeven moment was ik in een heel mooi groepje, volgens mij. Ik meende van 12 of zo. Een paar keer dat ik echt wel met een mannetje of 15 weg was. Ik denk, dit is mooi. Alleen, er werd niet echt hard doorgereden. En het was ook op dat moment niet aan ons, zeg maar, om door te rijden. Dus ik vond het wel verrassend. Het viel ook al heel vaak weer stil. Maar dat komt ook omdat de laatste kasseistrook heb ik ook even kleren gewisseld. Alles nieuw aangetrokken, want het was echt op dat moment echt onwijs koud. En mijn handen waren echt... ik kon op een gegeven moment niet meer remmen. Dus dan is de veiligheid ook niet echt aanwezig natuurlijk. Dus ik moest wel eventjes me opfrissen en iedereen deed dat. En daardoor viel de koers denk ik ook stil, omdat iedereen gewoon te koud had om even kleren te wisselen. Zoek een warm plekje op, want je stem is ook niet meer wat het geweest is. Nee, klopt. Ik was vanochtend al lichtjes verkouden en dan helpt het niet echt mee. Maar het was wel een hele mooie ronde van Drenthe en ik heb genoten van al het publiek. En wie weet volgend jaar beter resultaat. Dankjewel. Dat was Janneke Ensing uit Gieten, die dus toch wat in de problemen kwam. Met name door de val. Bastianelli uit Italië wint. Chantal Blaak en Van Dijk waren mee vooruit, maar geklopt in de sprint. Amy Pieters, de winnares van vorig jaar, wordt vandaag vierde. Dan Lotte Kopecky, Amelie Diedriksen uit Denemarken zesde. Dan Floortje Makkai, Kirsten Wild, die van de baan zomaar weer de weg op fietst en toch in de top 10. Dan Romy Kasper en Jip van den Bos. En Van den Bos, die komt eraan, heeft al gewonnen dit seizoen, ook in de top 10 vandaag in de UCI Women's World Tour Ronde van Drenthe. Dat smaakt naar meer en dat gaat ook komen, want we gaan later vandaag naar het wielrennen bij de mannen. Maar er gebeurde al zoveel op de fiets deze week in Drenthe. Want hier speelt namelijk een thema, dat heet op fietsen. En dan denken we aan de zanger Daniel Lohus. En daar is het ook een beetje van afgeleid. Wat gebeurde er allemaal afgelopen week in Drenthe wat met fietsen te maken heeft? We gaan er naar kijken. Maandag, de aftrap van het fietsjaar 2019. Op de basisschool in Eekehaar worden kinderen middels een stempelkaart gestimuleerd vaker de fiets te pakken. En dan kun je hier, dan moet je naam er nog even op zetten, straks kan iedereen zien dat je op de fiets naar school geweest bent. Ja. Hartstikke goed, of ga je altijd op fiets? Ja. Kijk. Dat is goed, super. Die kinderen zitten toch meest binnen en dan is het even heerlijk om buiten te fietsen. Ook voor de beweging is het goed. En ga je nu met deze stempelkaart vaker fietsen? Ik denk het wel, want anders loop ik altijd. En nu ga ik op de fiets. Gezond op de fiets. Jong geleerd en oud gedaan. Nou, dat vond ik, ja. Later op de dag wordt in Zuidlaren de eerste pistekaart voor MTB'ers onthuld. Mountainbike-routes in het gebied van de Hondsrug zijn nu overzichtelijk verbonden en zichtbaar op deze kaart. Maandagavond staat Assen in het teken van het sportgala. FC Emmen, Kjeld Nuis en Fleur Nagegast zijn de grote winnaars. Britt Roos. Britt Roos krijgt de talentenprijs. Een bijzondere huldiging voor Femi van Issum. Zij krijgt de sportprijs voor haar jarenlange inzet als organisator van de Ronde van Drenthe. Deze prijs wordt uitgereikt als wij vinden dat er iemand is die van een bijzondere waarde is geweest voor deze provincie.
Toch wil ik deze prijs aan één opdragen. En dat is inderdaad mijn vader. Want die heeft het hiervoor gezorgd dat de Ronde van Drenthe kwam. Die heeft gezorgd dat de Van Berchte kwam. En die heeft gezorgd dat de Keien er kwamen. Dus jongens, het is mijn vader die het gedaan heeft. Ik niet, maar mijn vader. Dinsdag stapt het college van gedeputeerde staten op de fiets en brengt persoonlijk de besluitenlijst langs op de redactie van RTV Drenthe. En daarin staat onder meer dat Team Drenthe voor de tweede keer een flinke subsidie krijgt. Het zou natuurlijk mooi zijn als dat team verder gaat groeien en dat ze ook sponsoren kunnen aantrekken. Maar ja, ze hebben wel een steuntje in de rug nodig en daarom hebben we de subsidie ook verleend. We krijgen goede reacties. In de landen zijn ze actief. Ze hebben inderdaad zichtbaar ook Team Drenthe op hun tenue staan. En dat maakt ook dat heel Nederland, maar ook daarbuiten inmiddels, weet dat in Drenthe heel goed gefietst wordt. Dat wielrennen ertoe doet. Dat we echt een fietsprovincie zijn. Op woensdag zijn studenten van het Penta en Drenthe College uit Assen druk aan het trainen. Ze doen met 50 andere studenten mee aan Alpe d'Huez, waarbij ze zo vaak mogelijk de 21 bochten tellende Alpe d'Huez beklimmen om geld in te zamelen. Dat geld komt ten goede aan kankeronderzoek. In juni vertrekken ze, dus nog tijd genoeg voor een goede voorbereiding. Ik ben nu van plan om wekelijks de Vanberg op te gaan en verschillende tijdritten neer te zetten. En aan verschillende tochten mee te doen. Donderdag staat in het teken van de aftrap van het toeristisch seizoen. Yes. Met het thema liefde voor Drenthe. Als je aan Nederlanders vraagt, dan blijkt uit onderzoek van waar denk je aan als je aan Drenthe denkt. Dan noemen ze een aantal iconen en een van de iconen is gewoon fietsen. Dat hoort bij Drenthe. Dat is natuurlijk van oudsher al zo met de fietsvierdaagse die we hier hebben. Maar ook met alle mooie routes die er zijn. Morgen is de opening van de Vanberg natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk echt fantastisch. Die bijzondere Vanberg staat vrijdag centraal. Tijdens de officiële opening krijgen de drie routes een naam. En kreeg het pleintje boven op de berg de naam De Brink. Minister Bruno Bruins is bij de onthulling. Meneer Bruins, wat denkt u als u hier overheen loopt? Heerlijk, het is gewoon bepaald geen straf om hier weer terug te zijn. Heerlijk om lekker naar Drenthe te komen. Nu zijn we met de auto, maar de volgende keer komen we natuurlijk met de fiets. Lekker fietsen. Ik wil het wel eens proberen hier. Ja, we zijn vertrokken, dames en heren. En tijdens de eerste FAM Challenge strijden de wielrenners om de titel Bergkoning en Koningin. Maar dat is niet het enige wat er om en op de Col du Fam speelt. Ook wordt het splinternieuwe mountainbike parcours geopend. Met alle activiteiten van afgelopen week is het fietsjaar 2019 succesvol begonnen. Dat was allemaal afgelopen week. We zijn weer terug bij het heden in Hoogeveen met de helikopter. En u zag beelden van de Vanberg ook. Ja, dat is de Vanberg van dit moment. Maar hoe begon het allemaal vroeger? Het begon met een vuilstortplaats waar we vele jaren later, dat weten we nu inmiddels, ook prachtig overheen kunnen fietsen. Laten we eens even gaan kijken naar het begin van de Vanberg. We gooien heel wat op een hoop met z'n allen. 14 miljoen Nederlanders leveren jaarlijks 5 miljoen ton huisvuil. Dat is de man zo'n 300 kilo, waarvan een deel nog altijd terechtkomt op de vuilnisbelt even buiten dorp of stad. Precies 50 jaar geleden begonnen we met ons huisvuil op grote schaal vanuit het westen naar Drenthe te transporteren. De trein zorgt ervoor dat het afval van veel plaatsen in ons land tenslotte terechtkomt in de buurt van het Drentse Wijster. Hier ontvangt de VAM, de vuilafvoermaatschappij, van zo'n 130 gemeenten per jaar een miljoen ton huisvuil. Dat kan worden verwerkt tot compost. Wat niet verwerkt kan worden, wordt op speciale terreinen gestort en afgedekt met aarde. Moeten vandaag 4 keer over de VAM. De vrouwen zijn er 3 keer overheen geweest. Ook in 2013 werd het parcours op de VAM alles aangepast. Nou, de weg liep eigenlijk vanaf die bocht rechtdoor naar die kant en sloot daarna aan op de weg die naar beneden loopt. Dus de route zoals die nu ligt,
is toch een meter of 7, 8 hoger. Ja, de VAM is nog steeds wel de VAM, maar hij is wel een stukje lastiger geworden met het bochtje extra. Op het moment waar je normaal eigenlijk boven was, dat je echt doorharkte en dan naar de afdaling, moet je nu nog een keer aanzetten om echt hier op de top te komen. En dat kan net best wel verschil maken in de finale van de koers. Er zijn er heel veel, die zijn nu al de laatste keer van is fel. Nou is hij nog veel feller. Er zit eigenlijk bijna een echte haarspeld in, hè? En dat in Drenthe. Hij is goed te doen, maar hij hangt een klein beetje af. En je gaat er ook al behoorlijk hard omdat hij er stijl is, niet? Ja. Wat we nu ongeveer in beeld hebben is een route voor de wielrenners van 2,7 kilometer en voor de mountainbikers van 3,7. Nou ja, dat is een beetje hoe het nu lijkt. Ik vind het echt super gaaf. Je kan echt mooie rondjes nou maken met hier een klimmetje mooi in. We hoeven niet allemaal meer naar Limburg, we kunnen gewoon mooi in Drenthe blijven. En iedereen kan naar Drenthe komen natuurlijk. Ik verwacht dat er meer fietsers deze kant op zullen komen, want dit zijn echte uitdagingen. Het is echt een zwaar klimmetje hoor, die knaltje in de benen zo gezegd. Het dak wordt nu hoger gemaakt en afgewerkt. 2020 moet dat de start in ieder geval afgerond zijn. En dan gaan we die afwerken en dan kunnen we ook deel 2 van het fietspad, het laatste deel, er dan opleggen. En dan is er een prachtig uitzicht op het dak van Drenthe, een groot terras. En ik denk echt dat dat uniek is wat we nou hier gaan maken. Hij is stijl en daardoor uitdagend. Deze Col du Vam is het nieuwe oogappeltje van de provincie Drenthe. Ja, hij heeft 3 jaar gekost. Ik kan bijna zeggen, dan heb je ook wat, maar het is mooi wat er ligt. Iedereen blij. Het fietspad bestaat uit 3 klimroutes en 1 afdaling van ongeveer 2100 meter lang in totaal. De stijgingspercentage is gemiddeld van 10%. Nou, dat is wel te zien. Ja, geweldig. Geweldig, maar wel zwaar als je niet getraind bent. Verkeerd vak, hè? De versnellingen waren wel handig geweest. Ja, ik vind het mooi geweest. Dit is niet iets voor mij. Wie heeft het bedacht? Maar als je dan boven bent en je hebt dit uitzicht, dan weet je wel waarvoor je het doet. En dan mag je weer naar beneden. Ja, dat was de Vanberg in oktober. Maar die Vanberg ligt er ook nu nog, gelukkig maar. Want we zijn nog steeds aan het fietsen in de Ronde van Drenthe. En willen natuurlijk ook even weer vooruitblikken op die mannenwedstrijd die al begonnen is. We hebben Drentse deelname. En dan gaan we naar 2 mannen uit de regio. Een debutant, hij is pas 18, Adne Koster en Elmar Reinders uit Assen. Koster komt uit Rode, Reinders zoals gezegd uit de provincie ook. Assen. En we gaan luisteren naar hun plannen voor vandaag. Want zij zitten inmiddels op de fiets en hadden voorafgaand aan de wedstrijd het volgende te vertellen. Zondag en maandag is het bij stevige wind uit noordwestelijke richting frisser. En dan trekken er nog een paar buien over. Vanaf dinsdag tijdelijk droog. Wat zeg je voor zondag dan? Ja, het zal wel lastig zijn. Prima dus. Zeker. Ik heb liever zo tussen de 15 en 20 graden en dan droog. Maar ja, misschien weten we niet wat het zondag wordt. Dat niet in ieder geval. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het zien. Links Adne Koster uit Rode. 18 jaar en debutant in de Ronde van Drenthe. Hij werd in 2017 Nederlands kampioen bij de junioren. En vorig jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen voor junioren. In het oranje Elmar Reinders uit Assen. Deze week werd hij 27. Hij ging al 5 keer van start in de Ronde van Drenthe en eindigde vaak kort. Ja, natuurlijk. Je streept hem toch elk jaar aan. En ik hoop dat het een keer goed valt. Alles is gericht op zondag en we gaan er alles aan doen om zo kort mogelijk te rijden. Als je kijkt naar jullie ploeg, het staat op je buik. Roomport Charles, een beetje een nieuwe combinatie dit seizoen. Hoe anders is het dan voorgaande seizoenen in deze ploeg?
Ja, er is wel veel veranderd en ik denk dat, dat vooral de ploeg in de breedte veel sterker is geworden. Dus, wat betekent dat voor jou? Ja, dat je af en toe een keer moet opofferen en af en toe een keer je eigen kans krijgt. Want er werd altijd van Roompot verwacht dat ze mee in de kopgroep zaten. Afmaken werd niet beslist verwacht. Dat is een beetje veranderd, hè? Ja, natuurlijk. Er moet nu ook gepresteerd worden. En ja, ik denk dat het ook wel mooi is als je wat goede renners in de ploeg hebt die mee kunnen doen voor een overwinning. Ja, wie zijn dat in Drenthe? Ja, ik zou het niet weten. Elmar Reimers, ik zal het zeggen. Krijg jij een vrije rol? Ja, we hebben geen bespreking gehad, maar ik denk van wel. Ja, het is voor mij een leerjaar en ik hoop dat ik wat kan betekenen voor de ploeg. We hebben een ploeg waar we denk ik wel mee kunnen strijden voor een overwinning. Dus dat is het doel voor de ploeg. Die Koen van Meldvoort moet u in de gaten houden, hè, jouw ploeggenoot? Ja, dat is zeker een om in de gaten te houden. Ja. Hij heeft de Ster van Zwolle gewonnen en de Ronde van Groningen. En ook nog Nederlands kampioen Beach Race. Dus ik denk dat hij er goed voor staat. Vorig jaar februari brak Reinders in de ronde van Omaan zijn sleutelbeen op twee plaatsen en was de ronde van Drenthe voor hem even onzeker. Met veel kunst en vliegwerk reed hij hem uiteindelijk toch. Ja, en toen zat de hele dag zat alles tegen, een keer gevallen, lekker banden en ja, toen was het gewoon gebeurd. Dat is ook Drenthe, hè? Meer dan andere wedstrijden. Ja, weet ik niet. In België heb je daar natuurlijk ook de hele tijd dat nerveuze gedoe en als je de koers wil winnen moet je niet te veel tegenkomen. En begin vorige maand ging het weer mis, deze keer op Mallorca. Ik had wat pech gehad met mijn fiets en ik kwam terug en ik reed achter tegen een auto aan. Wat was gevolg? Gebroken neus en wat hechtingen in het aangezicht. En hoe zit dat nu allemaal? Nou, nu is alles goed. Heb je er hinder van ondervonden? Heb je achterstand opgelopen? Voelt dat voor jou zo? Ja, dat weet ik niet. Ik heb daar wel 3 dagen in het ziekenhuis gelegen en een dag of 10 aan de antibiotica gezeten. Maar van de week was het toch goed, dus we gaan zien. Ja, ik kijk er wel een beetje naar tegenop, maar... Ja, ik denk dat ik wel in orde ben. In Groningen en de Ster reed ik prima van voor. Ja, dus nu kijken of ik dat op dit niveau ook kan. Je bent de nummer 2 van de junioren in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat zegt ook iets, hè? Hoe waren toen de omstandigheden? Was het toen zonnig of zo? Nee, toen was het ook heel, heel slecht. Maar ja, als het, maar ik heb toen wel een deel van de wedstrijd een beetje achteraan lopen harken. Omdat ik toch wel een beetje bang was op die gladde kasseien. Maar toen op het einde, toen iedereen vermoeid raakte, toen kwam ik er doorheen. En toen ben ik nog weg kunnen rijden. Dus kan het wel, maar... Is dat Elmar Reinders die daar rijdt? Het lijkt erop. Elmar Reinders hier in beeld, de man uit Emmen. Dat zijn omstandigheden die ik het liefst heb. Dus ja, ik vind het wel een mooi als het regent en waait. In zo'n wedstrijd zesde worden als continental rijder tussen al die pro tour en pro continental teams. Ja, dan ga je gewoon een fantastische prestatie vieren vanavond. Ja, ik weet het nog wat. Ik zat in de kopgroep toen met een man of 8. En dat was toen in de tijd van Metek nog. Reinders maakte 6 jaar geleden dus een spetterend debuut met de 6e plaats. Inmiddels is hij gepokt en gemazeld en heeft hij vast een goede tip voor nieuwkomer Koster. Ja, ik denk dat de kopgroep de beste optie is als je de kans krijgt. Ja, dat is wel wat ook tegen mij wordt gezegd. Als het je debuut is in de Ronde van Drenthe, een beetje uit het gedrang. En dan kun je relax in die kopgroep je wedstrijd afwerken. En dan hopen dat op het juiste moment dat ze terugkomen. Ja. Dit is de theorie. Hoe doe je dat in de praktijk in een goede kopgroep zitten? Ik heb gisteren een deel verkend. Nog niet de neutralisatie en de eerste 20 kilometer. Maar vanaf de Vanberg naar Emmen en zo, die lus heb ik gemaakt. En zo meteen ga ik de neutralisatie en de eerste 20 kilometer verkennen. En dat is het belangrijkste, denk ik, voor de vroege vlucht. Is jullie ploeg een ploeg die ook een beetje de wedstrijd moet dragen als Nederlandse topploeg? Want dat zijn jullie wel in dit veld. Ah, nee, dat denk ik niet. Het is heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Als we dit weer hebben, dan gaat die koers naar 20 kilometer beslist zijn. En dan, ja, wie er zit, die zit er. En de rest is geklopt, denk ik. De mannen moeten vandaag 4 keer over de vernieuwde VAM. Je zou denken, een mooie aanwinst voor een trainingsrondje. Ik ben er wel een paar keer langs gefietst, maar ik heb er niet echt, echt specifiek getraind. Nee, doe je er niks mee? Nee. En waarom eigenlijk niet? Ja, ik doe wat anders qua training en ik ben er wel een paar keer langs gereden, maar niet, ik heb hier geen 10 keer omhoog gesprint of dat soort dingen. Ik ben er de afgelopen, sinds dat het nu weer vernieuwd is, ben ik best wel vaak geweest om eventjes als doel om naartoe te fietsen en even een paar keer omhoog rijden en weer terug naar huis. Dus, ik vind het wel mooi hoe het geworden is, maar
En nog steeds vind ik de oude opgang het mooiste. Zeg maar. Jij is meestellen, die begint meteen heel ellendig volgens mij. Ja, klopt. Dat vind ik nog steeds een mooiste opgang. Maar die kasseienstook is wel venijnig. Daar val je nog best wel hard op stil. En helemaal nu de wind zo op de kop staat, dan is het extra zwaar. Ja, ik ken het natuurlijk wel hier en ik weet wel waar het langs gaat, maar dat is het. Dus we gaan vandaag verkennen? We gaan vandaag verkennen. U bent nog steeds in Hoogeveen, althans wij zitten nog in Hoogeveen in afwachting van beelden van de mannenwedstrijd. En dat geeft ons nog steeds de gelegenheid om, net als in het vorige filmpje, voor te beschouwen. Dat doen we met twee bijzondere wielrenners. Eén daarvan is trouwens ook nog een bekende schaatser. We praten over de gebroeders Bovenhuis, Jasper en Robert. Zij zitten allebei op de fiets en bereiden zich voor op de Ronde van Drenthe. En dan wordt er eentje ziek, Robert Bovenhuis. We weten inmiddels dat hij niet gaat starten, maar we praten nog wel even met die beide mannen die zo verbonden zijn met de sport, zowel wielrennen als schaatsen. Hier komen ze. Ja, ik ben begonnen in Drenthe hier bij de Peddelaars in Hoogeveen. En ja, waar je ooit begonnen bent, dat vergeet je natuurlijk niet. Ja, en daarnaast met schaatsen natuurlijk zo ook in Drenthe begonnen. En ja, dat is natuurlijk wel super. En ja, dat geeft toch altijd wel een beetje extra. Dat realistisch gezien moet Jasper het op het einde doen en ben ik hier in dienende rol. Dus dat is Jasper uit de wind houden, de rest van de jongens uit de wind houden en dat zal mijn werk zijn morgen. Ja, als het lukt, zal het wel mooi zijn. Kijk, ik kan mooi bij me uit de wind zitten. Kijk, hij is 2 meter, dus dat is al ideaal. Jasper die heeft nog wel eens een keer dat hij een beetje varieert in de koers. Hele goede momenten met wat mindere momenten, maar ik kan het aan zijn tred wel zien of hij wel of niet goed is. Hoe goed ben je? Ik denk dat ik dit jaar iets minder ben dan vorig jaar. Ik ben met schaatsen de wijze knieblessure opgelopen en daar heb ik toch wel een beetje een naweeën van gehad. En dan merk ik op de fiets toch wel. Maar ja, we gaan morgen het beste van maken en dan zullen we het wel zien. Ik denk gewoon dat je in het begin van de koers er direct bij moet zitten. Dat vanaf hier Hoogeveen de eerste keer de Van al over naar 22 kilometer volgens mij. Dat is allemaal draaien en keren en als er veel wind staat dan is het denk ik direct al in stuk uit elkaar. Ja, vorig jaar ging het heel goed. Het was ook een lastige koers, ook een beetje nat in het begin. En, maar ja, het was eigenlijk al voor die finale met de Vanberg was ik weggereden met Wesley Kreden. En het waren we eigenlijk net voor het geweld uit. En ja, het was wel een mooie kopgroep. Maar ja, daar kwam het einde net te weinig over en toen werd ik volgens mij 10 of zo. Dat is ook mijn beste uitslag in Drenthe. Net van de schaats af, hè? Ja. Vind je het makkelijk, die overstap dan? Ja, op zich, weet je hebt wel heel veel hardheid in je lijf, dat is wel fijn. Souplesse mis je een beetje. Gewoon echt de draaisnelheid in je benen. Daar moet je even aan wennen nog. Maar de hardheid in je lichaam zit er wel in van schaatsen, dat is wel fijn. Normaal in het wielerseizoen hebben heel veel jongens daar moeite mee om daarin te komen. En dat heb ik nu wel. Jij gaat in ieder geval niet piepen over de kou morgen, hè? Nee. Ik heb wel veel koude meegemaakt hoor. Wel tot, wat zou het zijn, min 25 of zo. Dus dit stelt niks voor dat betreft. Prachtig stel sportmensen, de gebroeders Bovenhuis, waarvan we inmiddels weten dat Robert Bovenhuis ziek is en dus niet aan de start is verschenen. Over de start gesproken, dat gebeurde vandaag precies om 12 uur. Toen hadden we een groot peloton en dat tekende hier in Zuidwolde. Met onder meer Rick Ottema uit Muntendam. Dat moet wel familie zijn van Luit Ottema. Ja, deze man kennen we ook nog, Kenny de Haas. Hij won in 2014, tekent dus ook in 2019 de startlijst. Met die Belg moet je altijd rekening houden, hij wordt wel een jaartje ouder. En deze man is nog een jaartje jonger, hij is pas 18. Ad de Koster, debutant, komt uit Rode. Heeft er zin in, u heeft het kunnen horen. Koen Vermeldvoort is inmiddels een bekende. Hij won de Ronde van Drenthe in 2008. Hij won dit jaar de Sterren van Zwolle. Hij won de Ronde van Groningen. Hij is in bloedvorm. Wie gaat Vermeldvoort hier kloppen vandaag? Is dat misschien wel de man van de streek? Deze man, Elmar Reinders. We staan met een groot peloton klaar. Kleine 150 mannen. Gebeurt dus niet vanuit Hoogeveen, zoals we jarenlang zijn gewend. Nee, het gebeurt nu vanuit Zuidwolde. Dat is even ten zuiden van Hoogeveen. We hebben dus in het begin een klein beetje de wind van opzij. Zelfs in de rug.
richting alweer de Vanberg. Die de mannen vier keer gaan beklimmen. In de finale drie keer. Na het begin één keer. Ja, en sterke mannen aan de start hoor. Want let u op, in de staart van het peloton zien we een bekende uit België die hard kan fietsen. Stijn de Volder. Jazeker, hij is er nog. En is ook vertrokken. Nog even het routekaartje Zuidwolde ten zuiden van Hoogeveen. Richting Hoogeveen. Beklimming van de Vanberg. Dan naar Mantingen, Schoonoord. Daar het gebied van de keien. Dan gaan we tussen Exlo en Borgen. Daar liggen heel veel keien. Terug naar de Vanberg. Daar gaan we drie keer overheen. En dan die stroken die we ook zagen bij de vrouwen. In de streek rond Echte, het Echtens Paradijs. Daar liggen heel veel van die kasseien. En u heeft ook gezien hoe ze erbij liggen. Ah, we zijn inmiddels op de Vanberg. En daar wordt strijd gestreden. Maar we zien dat daarachter ook nog een groot peloton rijdt. Er is dus nog niets beslist. Er staat wel een harde wind. Het zonnetje is erbij gekomen. Het asfalt is hier mooi, want het ligt er nog maar net. Peloton bestaat niet meer uit 150 renners. Die mannen rijden daar ook een keienstrook op. Die is aangelegd. Wel mooi. Je kunt van drie kanten die Vanberg opfietsen. En als je op de top staat, dan kun je kijken naar de Duitse grens. Je kunt kijken naar Groningen. Je kunt kijken naar Friesland. Het is bijna 50 meter hoog. En dan zijn we boven. Dan ga je prachtig dalen. Niet helemaal ongevaarlijk. Maar inmiddels is het wel droog. En u ziet dat het uit elkaar geslagen is. En zo hoort het ook op de Vanberg. Daar gaan we dus drie keer overheen in de finale. En dan gaan we weer naar die keienstrook. Het is smal. Afgelopen vrijdag bij de vrouwen ging daar Jolien Door onderuit. Met een gebroken sleutelbeen tot gevolg. En dan zijn we gelukkig zonder kleerscheuren beneden. En dan gaat het hard. Het bekende bruggetje zat er vroeger ook al in. Daar hebben we in het verleden, toen het nog een houten bruggetje was, nog wel eens een valpartij gezien. Hier gaat het allemaal goed. En dan gaat het richting de finale, richting Echten. Met een grote groep. En in die groep heel veel renners, want die zijn nog over. En naast mij een oud-renner. Ja, dat is even wennen, Stef, dat ik dat zo tegen je moet zeggen. Maar je bent inmiddels oud-wielrenner, Stef Clement. En ja, dat geeft jou wel de ruimte om nu mede commentaar te geven. Maar het is wel even wennen, denk ik. Niet meer fietsen in wedstrijdverband. Het is even wennen, ja. Het is even wennen hier vanuit de commentaarpositie aan de finish achterin een bestelbusje met jou. Maar alles heeft zijn charme. En toen ik vanochtend opstond en dacht aan de Ronde van Drenthe en de hagel die sloeg tegen het raam van onze slaapkamer, toen moest ik eerlijk toegeven, het is mooi geweest. Het was een fijne periode, maar ik ben blij dat ik nu andere dingen kan ontdekken. Jij dacht, wat ben ik blij dat ik in dit weer niet op de fiets hoef. Het was 12 uur en ik stond mijn ontbijt te maken. Dat is natuurlijk ook al een luxe op zondagochtend. Zo hoort het na je carrière. En zoals gezegd, de hagel sloeg tegen de ruiten. En ik dacht, och arme jongens, daar gaan ze. Want om 12 uur zaten deze mannen al op de fiets. Toen zijn ze eraan begonnen. En ik heb net de finish van de dames gezien. En de dames zagen er getekend uit. Er is veel regen gevallen, denk ik, de afgelopen dagen ook hier. Er is veel modder. De heren op beeld zien wij, zien er toch nog iets frisser, iets schoner uit. Maar die finale moet het nog beginnen, hè? De echte finale. De grote slijtageslag moet nog beginnen. We zijn op een kilometer of 50, denk ik, voor de finish. Ja. En dan hebben we een groep van een man of 35, 40, hier schat ik. We kijken naar de startlijst en zien toch, we hebben dat ook al bij de start gezien. Bijvoorbeeld Stijn de Volder, tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Maar niet de jongste meer. En toch een paar proto-ploegen aan de start. Trek, CCC. Dat zijn toch ploegen die ertoe doen in het peloton. Waar is Jumbo-Visma? Bij mijn weten rijdt Jumbo-Visma op dit moment in Parijs-Nice en in Tirreno. En zijn zij met hun klassieke ploegen op trainingskamp geweest. Hebben zij een alternatieve route richting de klassiekers bedacht dit jaar. En daarom dus niet hier aanwezig wellicht. Maar we zien inderdaad CCC, hè, de nieuwe Poolse visieploeg, waarvan nu één van de renners even de modder opzoekt. Er staat wind namelijk, er staat veel wind in Drenthe, windkracht 5. En je ziet dat dan bij het afrijden van die Vanberg, waar het peloton dan op een lang lint is getrokken, toch verbrokkeling is in die nog aanzienlijk grote groep.
En de renners hierachter, waaronder er ook behoorlijke renners van de ploeg als Direct Energy met Pim Lichthart hier aan de start, zonder Nicky Terpstra. Ja. Die dan toch op het eind op het lintje komen te zitten. Achterin zagen we René Hooghiemster in de problemen komen. En die wind speelt inderdaad een grote rol. Het is te ver om met twee mannen nu vooruit te blijven. Voorop zien we jongen van het Corendon team. Dat is natuurlijk de ploeg van Mathieu van der Poel. Mathieu is niet aanwezig. Had ik er ook wel graag bezig gezien hier op de Drentse wegen. Het is draaien keren, het zijn kasseien. Het is een venijnig klimmetje van de Vanberg. Ik was wel benieuwd geweest wat een Mathieu van der Poel zo vroeg in zijn wegseizoen hier had kunnen presteren. Ja, ja. Ja, de Ronde van Drenthe voor mannen heeft een opwaardering gekregen. Het is de 57ste uitvoering. De afstand is 217,6 kilometer lang. 60 jaar geleden, vandaar ook de verjaardag, werd voor het eerst de Ronde van Drenthe gereden. Ja, en er vormt zich toch een waaier met een renner van Roompoort daarbij. Er zitten er ook nog een paar achter. Brussel Wallonie zie ik. Er zit ook een renner van het SEG Cycling Team. Dat is toch knap hoor, van die jongens dat ze zo richting finale toch tussen het merendeel gewoon volledige beroepsrenners hier hun mannetje staan. SEG Cycling Team zijn toch allemaal jonge jongens. En die pakken deze kans met twee handen aan. En die hebben meteen toch een aardig gaatje. En als die gaan draaien, en de wind zal hier toch ook van de zijkant komen. Dan is dit toch een mooie groep om eens te kijken hoe ver je kunt komen, denk ik. We zijn op het gebied rond de Van. Zij moeten die keienstroken nog over. Aanvankelijk stond er op het programma ruim 32 kilometer kasseistroken. Mikkel Bjerks hier, de hardrijder van Hagens Bermon Axeon, als ik het goed uitspreek. Dat is nog steeds de ploeg van Axel Merks. Koos Moerenhout was daar ook lange tijd ploegleider. Nu bondscoach van de heren beroepsrenners in Nederland. En die ploeg levert toch ook elk jaar één of twee toptalenten af richting de World Tour. En deze man heb ik vandaag opgeschreven als... Als man voor de finale die het moet gaan proberen voor de langere afstand. Het was ook de bedoeling dat Belgische talent Evenepoel daarvoor zou gaan rijden. Maar hij was zo goed. Hij sloeg de categorie der beloften over en werd van junior in één keer prof. En kwam maar gelijk in die ploeg van Lefebvre. Aanvankelijk zou hij dus... Want eigenlijk is er een soort verbintenis tussen die ploeg van Lefebvre en Axel Merks. Als een soort van opleidingsploeg. Ja, ik weet toch niet of dat verstandig is om die categorie over te slaan. Is dat Lichthart? Het lijkt erop dat dit Lichthart is. Het is voor mij natuurlijk ook even wennen Pim Lichthart in het tenue van Direct Energy. Ja. Mijn oude ploeg, hè? Vroeger ja. Bouygues Telecom. Je hebt namelijk in Franse dienst gereden. Ik heb daar gereden, het is al wel weer 13 jaar geleden. Maar de ploegleider is nog dezelfde? De ploegleiders zijn nog dezelfde. Het zou zomaar kunnen dat hier Dominique Arnoux, de wereldkampioen veldrijder van 1993, de ploegleider van dienst is. Want die gaat het hele klassieke seizoen... Met dus Nicky Terpstra en deze Pim Lichthart doen. Nicky Terpstra helaas voor de organisatie ook niet aanwezig. Was natuurlijk ook prachtig geweest om de oud-winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen hier te kunnen verwelkomen. Maar de rest van de ploeg, waarvan ik er wel een aantal ken, dat is toch echt de vaste kern die Nicky Terpstra moet gaan helpen. Om ook voor Direct Energy de uitslagen te rijden in het klassieke voorjaar in België. U zag een glimp van Stijn de Volder. Daar heb jij natuurlijk ook nog lang mee gefietst. De Volder, tweevoudig winnaar Ronde van Vlaanderen. Ja, welke status heeft de Ronde van Vlaanderen? Ja, dat is zo'n beetje toch de Elfstedentocht in Nederland. En als je die dan ook nog twee keer kunt winnen in België, dan heb je een superhelden status. De kopgroep en de groep achtervolgers, daar zit 22 tellen tussen. We gaan u straks de namen geven van die voorste groep. Het is waaiervormen. Dit is typisch Ronde van Drenthe. Het is typisch voorjaarsklassieker.
Is de hel van het noorden, je hebt de beelden gezien van de vrouwenwedstrijd, gerechtvaardigd als je het over deze ronde hebt? Ik denk het wel. Ik kan natuurlijk niet uit ervaring spreken, maar wat ik ook van de oud-teamgenoten hierover hoorde, er staat altijd wind. Het is vaak slecht weer, toch in ieder geval een gedeelte van de koers. En het is afzien bij de beesten. Het is koud, dus een gevoelstemperatuur buiten vandaag van 3, 4 graden. Je hebt te maken met een heel diverse deelnemersgroep. Het is inderdaad Pim Lichthart, herkenbaar aan de rood-wit-blauwe mouwtjes natuurlijk van oud-Nederlands kampioen. Maar dit zijn natuurlijk, zoals ik al zei, dit zijn jonge talenten die zich willen meten met de gevestigde profs. Terwijl we hier kijken naar de man van Roompot. En dat is inderdaad Elmar Reinders. Dat is dus de lokale favoriet. Uit Assen is al gevallen, zo te zien. Kijk eens. Elmar Reinders. Opnieuw gevallen, hè. Brak een aantal weken geleden nog zijn neus. Het is denk ik een hele nerveuze koers ook geweest. Je kunt je voorstellen als je met 150 man hier 's ochtends vertrekt en iedereen weet dat het met de wind gaat gebeuren. Iedereen weet dat de kasseien gevaarlijk zijn, dat het wring is voor je plekje. Ja, je had het over valpartijen. Wij hebben zogenaamde onboard camera's vandaag over valpartijen gesproken. Kijk eens, we zijn bij Spengler en dan gebeurt er dit. Dit is niet live, dit is even geleden, maar zo ziet het eruit vanaf de fiets. En dat is niet misselijk. U ziet het verschil tussen twee groepen. Boven in beeld gaat de groep rechtsaf, een soort van haarspeldbocht. Onder in beeld komt de tweede groep. En ik heb de indruk dat dat verschil aan het groeien is van 22 seconden, misschien wel naar een halve minuut. We zagen net ook in beeld de nummer 1 van CCC. Niet te verwarren met de winnaar van vorig jaar, de verrassende winnaar van vorig jaar, František Cizr. Ja. Die rijdt niet mee vandaag. Voor CCC is dat Pavel Bernas in de eerste groep. We zien ook een oude getrouwe van Topsport Vlaanderen. Dit zijn natuurlijk ook altijd koersen voor de mannen van Topsport Vlaanderen om zich te kwalificeren eventueel voor de belangrijke wedstrijden in eigen land. Die beginnen over een week of twee. Zij willen zich hier laten zien, die laatste plekjes in die selectie bolwerken. Wordt wel lekker gedraaid hier. Er wordt lekker gedraaid, maar ook al deze mannen beseffen natuurlijk met nog een kleine, nou, wat zullen we zeggen, 40 kilometer tot de meet. Dat dit een hele mooie groep is om alvast het verschil mee te maken. En ook Pim Lichthart doet dat. Dat is die man in het zwart met geel, zeg maar, die nu op kop rijdt, dat is Lichthart. Met die gele fiets inderdaad van Wielier. Neemt iemand van Cofidis neemt er over. Hè. Er zijn een aantal Franse pro-continentale teams hier naartoe gekomen met toch wel hun betere mannen. En die mannen die willen eerst het verschil maken om straks het spelletje in de finale te kunnen spelen. Dit is de tweede groep. Of dit is achter de eerste groep. Dus Reinders, Elmar Reinders, zit wel in die eerste groep gelukkig met 113. We hebben Moto 1 en Moto 2, vandaar de verwarring, bij de kopgroep zitten. En Reinders die dus gevallen is en kennelijk last heeft van de linkerkant van zijn lijf waar hij op gevallen is. Maar hij zit erbij, vooralsnog. In de laatste 35 kilometer van deze wedstrijd. Dezelfde groep, maar dan vanaf de voorkant. Ik spiek even op jouw blaadje. Jij hebt de nummer 93, Marco Canola, genoteerd voor deze groep. Als dat klopt, dan is dat toch wel bijzonder. Want dan hebben we toch de winnaar van de ronde, de Volta Limburg Classic 2017... Hier in de kopgroep van een wedstrijd die niet anders had kunnen zijn dan die Volta Limburg Classic. Die wordt gehouden in de Limburgse heuvels. Man uit Italië, rappe man. Die moet je niet mee naar de finish nemen. Dat zal Pim Lichthart ook weten. Er wordt wat gestrekt, er wordt wat spanning van de spieren afgehaald nu. Terwijl Gogol, Michael Gogol van Trek Segafredo, de Oostenrijker, hier als eerste door de bocht duikt. Ik denk een lekker band voor Elmar Reinders. Ja, en daar zijn nog geen volgwagens, want het verschil is niet groot genoeg. Dan ben je overgeleverd aan de neutrale materiaal, motor in dit geval.
En ja, dan moet je maar hopen dat het spul allemaal past. En dan kost dat tijd en dan kost dat tijd. En tegenwoordig ja, zit er een extra beveiliging op dat achterwiel. En duurt het inderdaad lang voordat je er een andere in hebt zitten. En dan zit je zo, ja, steekas, dan zit je zo in de tweede, derde of de vierde groep. Ja, hier verlies je waanzinnig veel tijd mee. Dat is ontzettend jammer voor Elmar Reinders uit Assen. Je ziet het, hè, dat iedereen spreekt over introduceren van de schijfrem. Ik zag ook bij de dames, de een na de andere fiets kwam uit de bus met schijfremmen. En hij rijdt ook op een andere fiets, heb ik de indruk, want zijn normale fiets is oranje. Ja, misschien is er bij die valpartij dus iets met de fiets van Elmar gebeurd. En rijdt hij op een fiets van of de neutrale dienst of van een andere ploeg. Maar je dankjewel ziet dat... Johnny Hoogeland, die zo attent was en dat zag. Zou Johnny vanuit Nederland of vanuit zijn hotel in Oostenrijk kijken? Ga maar uit van het laatste, toch? Ik denk dat hij een hele mooie winter heeft gehad. Het is enorm sneeuwvast geweest in Oostenrijk. En dat hij zich nu gaat opmaken voor alle fietstoeristen die gaan komen. Dankjewel Johnny. We gaan weer beklimmen, de Vanberg. En daar zit een steil stukje van 17%. En het laatste gedeelte, daar liggen Drentse kei, die zijn daar neergelegd. En wat moet je nu doen, hè? Je moet denk ik nu die groep toch proberen bij elkaar te houden. Omdat het nog te ver is om met een kleinere groep... vooruit te blijven. Het peloton, zoals we nu heel mooi in beeld kunnen zien, zit er vlak achter. Ik denk dat je moet proberen gegroepeerd tot boven te rijden, die afdaling te pakken en dan weer gebruik te maken van de wind en de snelheid van het draaien. Dit is wel die tweede groep waar Jozef Czerny, ploeggenoot van de winnaar van vorig jaar, die er dus niet bij is, verzeild is geraakt in die tweede groep. Dan zien we een jongen van het Beat Cycling Team terugkomen. Even kijken of dat we een rugnummer kunnen spotten. Dat moet de nummer... Ja, 171. Martijn Budding zou dat kunnen. 177. Guillaume C. zijn. Maar dat is dus een clubrenner eigenlijk. Die nog tussen de profs zijn mannetje staat. Hij krijgt het wel moeilijk, maar we zijn ook in de finale. Ja, voor mensen die niet alle dagen wielrennen volgen. Je hebt World Tour ploegen. Daarvan zijn er twee aan de start verschenen. Dat zijn zeg maar de ploegen die je ook terugziet in de Tour de France. En de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Je hebt zogenaamde intercontinentale ploegen. Dat zijn de ploegen, laten we zeggen, onder de eredivisie. Zeg maar de eerste divisie. En daaronder heb je de continentale ploegen. Dat zijn ploegen binnen Nederland. Dus het niveauverschil is... nogal groot, of zou dat kunnen zijn. Maar het is ook meteen een kans voor renners die ja, hogerop willen. Die kunnen zich hier tonen. We zijn in de afdaling. En ja, dat is wel eventjes billen knijpen. Daar probeerde een jongen van het Israël Cycling Team over te steken. En mijn hoop zou dan zijn dat Mikael Rijn is, de Est. De sterke man. Hopen dat we daar snel een beeld van kunnen krijgen. Daar achter de motoren is er iemand... Die probeert het gat naar de kopgroep dicht te rijden. Dat zou ook voor de kopgroep goed nieuws zijn. Want zo'n grote motor kun je er wel bij gebruiken. Knap stuurwerk. Zachary Dempster. Ja. Die kan een houtje fietsen. En die was ook vorig jaar goed. Die werd vierde in de Ronde van Drenthe. Die dus gewonnen werd door František Cízar. Dempster. In de afdaling rijdt daar boven in beeld en probeert de aansluiting met die voorste renners te maken. Israël Pro Cycling Team, wat volgens mij weer een wildcard te pakken heeft voor de Giro d'Italia. Vorig jaar natuurlijk de Giro gestart in Jeruzalem. We hebben ook een Nederlander bij deze ploegerij, Dennis van Winden, niet aanwezig in deze ronde van Drenthe. Wel, mijn oud-ploeggenoot Sondre Holst Enger. Hele rappe man. Een van de grootste talenten toen hij overkwam. Maar het komt er voorlopig nog niet uit. En ik ben benieuwd of dat hij nog in de wedstrijd is. Beenstukken. Dat wil zeggen dat het koud is. In laatste positie dus Lichthart. Oud-Nederlands kampioen. Vandaar ook de mouwtjes. Rood, wit, blauw. Rijdt dus voor een Franse ploeg. De ploeg ook van Nicky Terpstra.
voor hem Robert te geven van het Alecto Pro Cycling Team. En je ziet dat er een beetje gekeken wordt. Ook Pim kijkt even wat de stand van zaken is. Komen daar nog mannen van achter terug? Ook Michael Gogol kijkt even achterom. Waar is dat peloton? Waar blijft hij? Zachary Dempster dan? Hier zit hij. Ja, die is wel hard aan het doorfietsen. Hij is inmiddels uit het zicht van de groep waar hij uit vertrokken is. Nog eenlingen die willen oversteken. Nou, 40 seconden is een gat hoor, als je dat moet overbruggen. Wat jammer dat onze man uit Assen, Elmar Reinders, daar voor de tweede keer denk ik materiaalpech kreeg. Waarschijnlijk moest hij al wisselen van fiets na zijn val. Dit is dus de tweede grote groep in achtervolging op de kopgroep. Ja, hij gaat het niet redden, Dempster. In die voorste groep wel Dries de Bont, dat is een Belg. En die de Bont werd vorig jaar tweede, achter František Cizer. Zachary Dempster geeft het voor nu voorlopig op. En hier wordt weer goed rondgedraaid. Het leek er in ieder geval op dat ze het in de achtervolgende groep nog niet eens waren. Daar is geen structurele achtervolging op touw gezet. Deze man met nummer 91 is Nicola Bagioli. En hij wordt teruggepakt, Dempster. Onder aanvoering van dus ook een van de leden van dat Beat Cycling Team. Ploeg van onder andere Bobby Traxel, een van de initiatiefnemers achter deze ploeg. Ja, dan lijkt het er toch op dat die voorste groep definitief vertrokken is. En je ziet hier dus ook een man van Direct Energy, een man van Wallonie-Bruxelles afstoppen als het ware. Hè. Die verstoren de achtervolging. Dan wilde weer iemand van Topsport Vlaanderen de gangen intrekken. Maar op die manier gaat de snelheid met horten en stoten, terwijl ze daarvoor netjes aan het ronddraaien waren. En waarschijnlijk de voorsprong alleen maar groter wordt. Ja. Elmar Reinders hadden we. En dit is hem. Niet? Nee, dit is hem niet. Dit Want is Reinders rijdt voor Roompot. Dit is een jongen van het Alecto Pro Cycling Team. Zij rijden met de Oostenrijkse Simplon fietsen. Voormalige René Hooghiemster is dit. Voormalige, ja, goede renner ook natuurlijk. Hè. Voormalige Babydump Cycling Team. Ik was op hun ploegenvoorstelling aan het begin van dit jaar. En, 9 renners, maar torenhoge verwachtingen. Al jarenlang winnaars van de nationale topcompetitie deze ploeg. Dit is wel Reinders. Die dus vanuit de Achterhoede na een fietswissel. Want het kaderplaatje zit er ook niet op. Dit is dus niet de fiets waar hij normaal op rijdt. En waar sluit hij aan? Bij de tweede groep. Dit is de groep achtervolgers, maar die is wel stilgevallen. De groep van Jozef Czerny, met nummer 2. Ja, Reinders zat dus in de kopgroep. Ja, en nu hebben ze denk ik bij Roompot Charles toch een probleem. Hebben ze toch in ieder geval de situatie dat ze niemand in die kopgroep hebben, als ik het zo snel goed heb gezien. En ik telde er daar misschien nog 1 of 2 ploeggenoten voor Elmar. Die natuurlijk ook al wel wat kruid heeft geschoten nu met opnieuw terugkomen. Een valpartij, een fietswissel blijkbaar eerder in de wedstrijd. Dat wordt toch een moeilijke opgave. En ik zie ze ook niet zo 1, 2, 3 nu naar voren rijden. En ik zie daar ook boven in beeld niets wat op een kopgroep lijkt. Die zijn echt uit het zicht. Ja, niet uit het zicht van de camera. Want die zitten daar gelukkig wel. En het verschil is opgelopen tot meer dan een minuut. En daar komt inderdaad Lichthart weer naar voren. Een man die toch ook wel een sprintje in de benen heeft. 1 minuut 9. En de omvang is van die aard dat je zegt, die groep heeft kans van slagen. Want die waaier, die kunnen ze mooi vormen. Iedereen kan erin. Je kunt een dubbele waaier maken. Ze hebben elkaar nodig. En het zijn er toch niet al te veel. En toch ook niet weer niet te weinig. Dit is een groep met... De Volder daar ook mee voorin.
en die wil nog wel naar voren. Dat die man nog altijd fietst, heeft ook al wat malheur meegemaakt. Is vaak onderuit gegaan in zijn carrière, maar heeft ook grote wedstrijden gewonnen. Volderke wordt hij ook wel genoemd in Volderke, België. Maar kijk eens naar die benen. Volderke, dat is een grote meneer in deze groep. Ja. Letterlijk en figuurlijk een hele grote meneer. Dat is die man hier met die Belgische mouwtjes. De kleuren van Corendon, rood en wit. Dat is Stijn de Volder. We hebben het al over een jaar of 10 geleden ondertussen, hè, dat hij de Ronde van Vlaanderen won. 2009, even uit mijn hoofd. Ja, als iemand die groep nog terug kan brengen, dan is hij een van de motoren die dat zou moeten doen. Maar hij heeft een ploeggenoot voorin, hè? Ja, dus hij zal misschien helemaal niet mee willen werken. Kijk, Elmar Reinders wel meer naar voren gereden in die achtervolgende groep. En nu ziet hij het verschil en dat is indrukwekkend. 1 minuut en 9. Ik heb de indruk dat het wel groter is geworden. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Wat een gat. We hebben natuurlijk een koppeltje van het CCC-team. Volledig uit beeld, ja. We hebben een koppeltje van het Nipo Vini-Fantini-team. We hebben een koppeltje van Wallonie-Bruxelles daar in die kopgroep. Dus dat zijn allemaal mannen die een mannetje kunnen opofferen om het verschil in eerste instantie zo groot mogelijk te maken. Terwijl hier Pim Lichthart toch echt wel zijn deel van het werk doet. Dan komt die Italiaan terug overnemen. Ja, hier wordt goed gedraaid toch. En als deze groep zo blijft draaien, dan wordt het heel lastig. Hier is de ploeggenoot van Stijn de Volder in vijfde positie. Dus ik denk dat Stijn ook gewoon aan het afstoppen was. De man in het oranje. Het is even wennen voor ons. Wij keken natuurlijk jarenlang alleen maar naar de Nederlandse mannen van het team van Elmar Reinders als het om oranje ging. De Poolse sponsor die grote renners als Greg van Avermaat aan zich wist te trekken en een stap wist te maken naar het hoogste niveau, naar de World Tour. Zij ook actief in Parijs-Nice en in Tirreno op dit moment, maar met de 5 man afgezakt. Opgevlogen richting Drenthe, denk ik. Ze hebben geld, hè? Ze hebben geld. Het is een hele rijke schoenen- en tassenfabrikant uit Polen, CCC. Jarenlang al de grootste bus van het profpeloton, om er aan te geven. Er wordt heel veel geld in gestopt. En ze hebben ook een vrouwenteam. Ze hebben een vrouwenteam. Van Marianne Vos. Ze zijn hoofdsponsor, denk ik ook, of in ieder geval belangrijke sponsor in de Ronde van Polen. Een World Tour event net na de Tour de France. En dus willen ze ook hier in Drenthe laten zien dat ze hard kunnen fietsen. En ze zitten er met 2 man bij. Pavel Pernas is een van die mannen. Rijdt met rug nummer 1. En ja, ik moet toch zeggen dat hier wel sprake is van samenwerking. Twaalf of dertien man is een ideale situatie. Ook Lucas Ovsian van dezelfde ploeg. Die oranje mannen. Er zit daarbij dus 2 van die ploeg. En u ziet dat er sprake is van een dubbele waaier. Dat wil dus zeggen van rechtsboven aan de weg tot links onderaan de weg met 2-tallen. En zo kun je allemaal schuilen achter elkaar tegen de wind. En dit is de 2e groep onder aanvoering van Reinders. Reinders op die witte fiets. Die heeft dus van fiets gewisseld. Ja, maar het is wel een fiets van de eigen sponsor. Even snel aan het logootje voor op het frame te zien. Dus wellicht heeft zijn team wat andere kleur fietsen als reservemateriaal op het dak. Pimmen er niet op vast, maar het lijkt erop dat het om hetzelfde fietsenmerk gaat. Terwijl hier wordt overgenomen door de man die toen net nog alleen probeerde over te steken, Zachary Dempster. Er wordt wat gescholden, er is wat oneenigheid. De man van het Alecto-team die zegt, ja, neem nog eens over, steek nog eens een mannetje bij. Jullie zijn de profs, jullie moeten het doen. En dan kom je net terug tussen de auto's, tussen de motoren, Elmar. En dan moet je hier vol aan de bak, terwijl het achter, dit is 5-6 man, ook is gebroken, zie je. Oneenigheid troef in de 2e groep. Sommige jongens zullen niet meer beter kundigen, sommige jongens zullen niet meer willen. Die denken, nou ga dan maar, je komt er toch niet meer bij. Dit ziet er niet goed uit en dus goed nieuws voor de kopgroep.
Het is hollen en stilstaan. Nu worden de benen weer even stilgehouden. 1 minuut 9. Als je het gat zo groot laat worden, dan heb je dat niet zomaar dicht. En als je het dicht wil rijden, moet je echt de handen ineens slaan. En dan moet je dit soort acties niet uit gaan voeren. Dat hollen stilstaan, dat leidt over het algemeen niet tot het dichtrijden van een achterstand. Dit is de start van die tweede groep. Ja, en die smalle wegen, dat is in het voordeel van de koplopers. Daar ben je mee eens, toch? Zeker. Nou, je zag daarnet inderdaad dat die mooi een dubbel waaiertje hadden opgezet. Met 12 man. Kort overnemen, er is plek voor iedereen. We zagen al wel dat als je dan even niet oplet, dat je ook gewoon het wiel kan kwijtraken van de man voor je. Dat zagen we van de week in Parijs-Nice natuurlijk bijzonder goed. Nog op minder dan 5 kilometer voor de finish, de tweede etappe, wordt daar grote man als Marcel Kittel gewoon nog even uit de wielen gereden. Het is een bijzondere kunst, een bijzondere stijl. Wat namen in die voorste groep kunnen we u uiteraard melden. U kijkt naar beelden van de achtervolging met alweer Reinders op kop. Inmiddels weten we ook iets meer van de fietsen van Roompot. Die inderdaad normaal gesproken een andere kleur hebben. Maar ze hadden te weinig fietsen op voorraad. En de sponsor had nog wel fietsen van een andere kleur. En die zijn als reservefietsen ingezet. Dus jouw analyse, Stef, klopt. Met dank aan de informatie van Bert van der Tuk. Gekluisterd aan de buis. Zijn zoon werd gisteren gekozen tot wielrenner van het jaar in Drenthe. Axel van der Tuk. Van der Tuk, bekend van de schaatspakken en van de wielerkleding tegenwoordig volgens mij zeker, ook. Zeker. Heel veel grote dingen gedaan om onze nationale schaatshelden nog sneller te maken. En hij fietst nog verschrikkelijk hard. Ik beschouw het meer als een midlife crisis van hem. Maar kijk, deze op mannen, je 50ste nog op dit niveau, want dat doet hij. Mee fietst. Maar dat terzijde. Deze mannen die zijn in de achtervolging, maar daar zitten dus ook opnieuw een mannetje van Direct Energy bij. Een Wallonie Bruxelles, Corendon. En die gaan niet zomaar maar meewerken natuurlijk met de ploegen die niemand mee hebben, die naar die kopgroep toe willen. Er wordt wat achterom gekeken, ze rijden ook niet heel ver weg. Nogmaals, even wat namen van die voorste groep, terwijl u kijkt naar beelden van een tweede groep met daarvooruit het plukje met Elmar Reinders. Die rijden dus nog tussen deze groep en de kopgroep. Maar in de voorste groep zitten Pavel Bernas en Lucas Ovsian. Pim Lichthart hebben we gezien namens Direct Energie, de Franse ploeg. Dan hebben we namens Italianen Nicola Bagioli en Marco Canola. En die Canola moeten we in de gaten houden, die rijdt dus in deze voorste groep, waar met nummer 14 Gogol uit een Pro Tour ploeg vertegenwoordigd is. En met 51 Dries de Bond, hij werd vorig jaar tweede, maar met 51. Dan hebben we uit de ploeg Wallonie Emils Lipins en Axel Nomela, als ik het goed uitspreek. Robert de Greef hadden we genoemd met 162, daar rijdt hij. En die Canola met 93, dat is er eentje om in de gaten te houden. Dit is de tweede groep. Met wat aarzeling af en toe. Nee, ik heb niet de indruk dat hier volle bak wordt gekoerst. En dat is wel de enige manier om nog terug te komen. Met als gevolg dat die groep daarachter weer dichterbij komt. Die indruk heb ik althans. Het is natuurlijk makkelijk praten als je zelf niet op de fiets zit. En ze hebben hier te maken met die harde, straffe westenwind. Ja, maar hier zit niet iedereen met dezelfde agenda.
Hoe zien de verschillen vanuit de lucht eruit? Dit zijn verschillen tussen de groepen 2 en 3. Zeg maar de groep Reinders daarboven in beeld, Elmar. En groep 3, dus ver daarvoor, rijdt nog de kopgroep. En die kopgroep meldt zich intussen zo'n beetje weer in Hogeveen. Maar we nog een finishpassage gaan krijgen voordat de echte finale gaat beginnen. Dan krijgen we dus nog keienstroken. Rond het plaatsje Echte. Dit is alweer Hogeveen. Het waait nog altijd en niet een beetje ook. Het was nog even spannend. Eerder vandaag of er wel gefietst mocht worden op de Vanberg. In verband met die harde wind. Er zit hier al een aantal auto's tussen. Dus dat betekent dat het gat groot genoeg is. Het gat moet meer dan 30 seconden zijn. Mogen de auto's ertussen van de jury. Een neutrale wagen zit ertussen. Er wordt wat gedronken. Wellicht hier bij de finishpassage de laatste mogelijkheid om van de kant nog wat aan te pakken van de verzorgers. De derde groep gaat aansluiten, denk ik, bij plukje renners. Wat ontsnapt was uit die groep. In de jacht op de kopgroep, maar die verschillen zijn immens. En dus moeten we voornamelijk naar die kopgroep gaan kijken. Want de finale gaat toch echt wel beginnen als we hier de streep in Hogeveen voor de één na laatste maal gaan passeren. Dan wacht ons nog een mooie omloop. Ten westen van Hogeveen. Het lijkt erop hier van Sport Vlaanderen een plankaart. Edward Plankaart, als we zijn rugnummer goed hebben gezien. Ik zou het je eerlijk gezegd ook niet kunnen vertellen. Ik was natuurlijk nooit erg thuis in de voorjaarsklassiekers. We hopen direct nog een beter beeldje te krijgen. Of een oplettende kijker die ons nog wat wijzer maakt. Maar Marco Canola zit erbij. Dat is belangrijk. Die kan het ook afmaken. Deze jongen van Cofidis, Geoffroy Soep. Een man uit de trein eigenlijk van hun sprinter, Nasser Bouhanni. De koplopers in Hogeveen met een ontzettend goede samenwerking. Kop over kop. In mijn geheugen zag die Geoffroy Soep trouwens wel een klein beetje anders uit dan met een grote baard. Dus die info kan niet kloppen. Het is Hofstetter, denk ik. Is het verschil kleiner geworden? 40 seconden, ja. 1 minuut 9 na 40 seconden vind ik wel weer verrassend. We rijden in tegengestelde richting over de streep. Althans, in vergelijking met de echte finale straks. Dit is de passage in Hogeveen. En dan eens even kijken uit ons raampje of we iets kunnen zien. En we kunnen inderdaad iets zien. Het is voor zover ik ook heb kunnen waarnemen Edward Plankaart. Voorsprong dus niet groter geworden. Is de kopgroep dan, als je kijkt naar dit beeld, toch ietsje te groot? Dat geeft namelijk altijd renners de kans om, zoals dat heet, de linkerbal. Ja, de kop verstoppen. Nou, de kopgroep is niet te groot. Alleen de kopgroep bestaat uit, zoals ik al zei, meerdere teams met meerdere renners. Waardoor dat de werkpaden en de raspaden kunt scheiden. En dan zullen de werkpaden de komende 20 kilometer de werk nog doen. Ervan uitgaande dat de andere renner van hun ploeg, dus CCC, Wallonie-Bruxelles, en
die Italiaanse ploeg, die hebben allemaal nog iemand over die zich nu heel even kunnen sparen. Maar je ziet dat een Pim Ligthart natuurlijk ook een hele slimme, hele geslepen coureur. Die laat ook het achterste van zijn tong nu niet zien. Die draait wel mee, omdat het moet. Omdat hij de eenheid in de kopgroep wil bewaren. Maar geloof me, die laat zich straks ook niet zomaar verrassen. Je moet ook weten hoe je koersen moet winnen, hè, Herbert. Koersen winnen is nog wat anders dan in die kopgroep zitten. Terwijl hierachter heel even de hamstrings los worden gezet van de nummer 162. Robert de Greef. Die weet wel wat winnen is. Weliswaar op een niveautje lager. En Hofstetter die rijdt door. Met Lucas Ofsian achter zich. Met 14 Gogol. Die kan hard fietsen. Ja, dat was een slordige vergissing van mij. Geoffroy Soep is toch een van de meest indrukwekkende mannen uit de lead-out-trein van Nasser Bourhani. Hele grote, grote zwarte baard. Daar ga je wel voor opzij. En als je niet opzij gaat, dan duwt hij opzij. Want Bourhani en zijn vrienden staan erom bekend dat ze plaats maken in het peloton. Deze Hugo Hofstetter mag hier zijn eigen kansen beproeven. En is het, vind ik heel knap dat hij hier in de kopgroep zit. Bourhani was kickbokser vroeger, hè? Zeker. Nou, hij is nog steeds een beetje kickbokser. Hij heeft twee jaar geleden iemand nog zijn tanden uit zijn mond geslagen bij de deur van het hotel. Hij is niet zo geliefd, heb ik de indruk, op de fiets. Hij heeft weinig vrienden in het peloton. Nee. Maar Geoffroy Soep is wel zijn beste vriend en dat had ik moeten herkennen. Meestal getooid met een forse baard. Ja, dat kan zomaar veranderen natuurlijk. Kijk eens in het getekende gezicht van deze jonge renner van het Zeg Cycling Team. Gogol is de laatste man hier van Trek Segafredo. Ploeggenoot dus van Mollema. We hebben de kopgroep nu wel compleet. U ziet de namen ook. En we rijden er langs en zien dat de man van Topsport Vlaanderen inderdaad een van de, ja, dat moet de familie zijn. Dynastie is het bijna. Plankaart. Hoeveel rijden er wel niet van de plankaart? Hoeveel er nog rijden heb ik geen idee, maar hoeveel er hebben gereden. Ook geen idee waarschijnlijk. Ook geen idee, maar dat gaat toch dik in de twee handen tellen zijn. Dat denk ik ook. Met de Bond hier op kop van Corendon. De meeste jasjes zijn ondertussen ook achtergelaten hier aan de finish bij de verzorgers. Het is nog 35 kilometer, denk ik. Het zonnetje schijnt door de wolken heen. Er zou zomaar nog een buitje kunnen vallen. Maar in de finale moet je je warmte kwijt kunnen. Mannen zijn allemaal goed aangekleed van start gegaan. Maar beetje bij beetje worden de renners gepeld. Tot op het laatste laagje. Ja, kijk. En de jekjes gaan nog uit. We zien dat hier. Eindelijk gaan we zien wie dat voor de Zeg Racing Academy, want dat is de officiële benaming. De Racing Academy, het opleidingsinstituut van de gebroeders Berghout. Stevast leverancier van een aantal goede jonge beroepsrenners. En hier toch weer een poging om de oversteek te maken vanuit de tweede groep, want die groep Gobert. Zo heet de sponsor van die ploeg inderdaad, met het wit en dan fluoriserend geel en donkerblauw. De man van de Racing Academy
Ieder Schelling. Volgens informatie buiten de koers om. Dit is de achtervolgende groep. Waar Reinders de kop weer overneemt. Ja, ze zaten er goed bij. Roompot, de oranje mannen. Soms wat lastig te zien. Want we hebben twee oranje ploegen. Maar er zijn ook verschillen genoeg om die ploegen weer uit elkaar te halen. Hier zijn we bij de koplopers. En daar draait het nog prima. Hier lichthard rijden we voorbij. Hofstetter van Cofidis. De Bond die weer naar de kop gaat. Het is dus lichthard. Plankaart. Snel nakijkwerk voor Ieder Schelling leert. En dat is wel bijzonder dat de jongen 21 jaar is. En vooral bij de junioren uitblonk in de klimmerswedstrijden. Een pure klimmer in de finale van de Ronde van Drenthe. Tussen grote mannen. Sterke mannen. En zo zie je dat wat bij de junioren gebeurt. Niet altijd zomaar door wordt getrokken bij de beroepsrenner. Hij is blijkbaar van vele markten thuis, deze Ieder Schelling. En het is een heel fijn kennismaken op deze manier. Ze zijn nog niet echt weg. Nog geen karavaan van auto's achter deze voorste groep. Wel wat neutrale materiaalwagens. Shimano, u ziet het daar. Terwijl Gogol weer zijn beurtje doet. Wel opvallend eigenlijk dat een renner als Gogol geen plekje heeft gekregen in de selecties voor Parijs-Nice of Tirreno Adriatico. Toch een gewaardeerd renner binnen die ploeg. Er is 15 seconden bijgekomen. Het ging terug van 40, van een minuut naar 40. Nu loopt het erop naar 55. Ja, hier valt het nu stil. Het lijkt erop dat de witte vlag nu toch gehesen wordt. Als je zo dichtbij komt, van 1 minuut 9 naar 40 seconden en je laat het weer lopen naar 55, dan werkt dat niet al te motiverend. En De Volder zit dus ook in deze groep, maar voor hem heeft hij wat renners van Topsport Vlaanderen. Dat zijn die mannen in het geel, wit, blauw en die hebben natuurlijk een plankaart voorin zitten. Deze groep met hier, in het donkerblauw, 207, Ieder Schelling. Er wordt wat gepraat met de neutrale wagen door nummer 1, Pavel Bernats. Het is te hopen voor hem dat hij nu niet wordt overvallen door pech, want dan kan hij wel terugvallen op zijn ploeggenoot. Maar dan ben je met z'n tweeën klaar. Er wordt nog wat gekeken, misschien wil hij wat drinken, wil hij wat afgeven, of waar blijft mijn eigen wagen? Toch is het jammer dat de Nederlandse ploeg, en ik noem hem maar de oranje hemden van Roompot, hier niet bij zitten. Ze zijn met een sterk legioen gekomen. Asselman had hier al gewonnen, 2016. Gestart als kopman. Mauritse Lammertink, overgekomen van Katusha. Toch ook geen kleine jongen. Reinders die erbij zat, maar pech kreeg. Die hadden hier toch wel minimaal twee man voorin willen hebben. Dat denk ik ook. En dat zijn ze eigenlijk ook wel aan hun status verplicht. Als pro-continental team. Met ambities voor wildcards in grote wedstrijden, toch? Zeker, maar ook gezien inderdaad de groep die hier aan de start staat. Vind ik dat ze op een wedstrijd als deze echt wel meer hun stempel moeten kunnen drukken. Pech is natuurlijk altijd een slechte tegenstander. Daar kun je niet veel aan doen. Maar kwalitatief gezien met deze groep, denk ik, hè, ook een Boy van Poppel aan de start. Zo, ja. Zijn toch niet de minste renners die ze vandaag hebben laten gaan. En ook voor deze renners is dit volgens mij het moment om te laten zien wat ze waard zijn voor de komende weken, de komende maanden in de grote wedstrijden in België. Waar een ploeg als deze afhankelijk is van wildcards, zoals je zegt. En daar gaan ze absoluut met de sterkste renners naartoe. Ja. Om die wildcard optimaal te benutten. Jij noemt de naam Boy van Poppel.
Die andere van Poppel, Danny, maakt een sterke indruk in het voorseizoen, vind ik. Danny heeft duidelijk weer een aantal stappen gemaakt. Uit de startblokken geschoten dit seizoen. Voor hem terug van Sky naar Jumbo-Visma. Hij wilde toch liever in een omgeving met jongens die dezelfde taal spraken. Dezelfde mentaliteit. Misschien mist hij zijn broer. Ze hebben veel samen gekoerst. 13 mannen vooruit. Nog altijd maar in de eerste helft van de 20 ook, hè? Ja. Dan heb je het over Danny van Poppel. Hier niet gestart voor alle duidelijkheid. We gaan straks nog wat keienstroken krijgen. Keienstroken die we eerder vandaag ook tegenkwamen in de vrouwenwedstrijd. En dat leidde nog tot een mooie finale. We passeren de A28. Daar ging eerder Van Dijk onderuit. Hier links zijn we bij het Schapenmeer, zoals dat heet. We rijden op dit weggetje richting Ruinenechten. Daar ga je eigenlijk tussendoor. Daar liggen die keienstroken. Hier is de wind tegen. En straks in de finale krijgen we hem ook weer een beetje mee. Met Gogol die zich vooraan meldt. Met Lichthart daarachter. Lichthart met die zwarte helm. Zwart pak met geel, gele fiets. Lichthart, ja, die heeft de mooie papieren om hier in de finale het af te kunnen maken. Als je het dan had over een beetje linkerballen, dan vind ik tot nu toe Dries de Bond. Die maakt het bond? Die maakt het wat dat betreft, wat mij betreft wel bond. Ik was daar nooit zo fan van. Die zit redelijk vaak, de man die hier natuurlijk, als ik het zeg, net even op kop komt. Dat zul je altijd zien, maar hij houdt zich en terecht een beetje buiten de debat, omdat ook hij wel ziet van ja, als jullie allemaal nog een ploeggenootje mee hebben, dan haalden jullie eerst maar de kastanjes uit het vuur. Dan wacht ik nog wel even. En dan ga ik eens kijken wat jullie ploeggenoten direct van plan zijn. Je hebt het parcours al een keer gereden, je weet wat er komt. Je weet waar de wind vandaan komt, dus je weet waar het gaat gebeuren. We rijden richting het Echtensparadijs, maar het paradijs verandert vandaag in een hel. Want we hebben het dan over de hel van het noorden. En het gebied heet gek genoeg Echtens Paradijs. Dat is wel paradoxaal. Ik kan me er niks bij voorstellen dat het ooit een paradijs zou moeten zijn. Het is daar mooi, jongen. Neem je fietsers mee naar Drenthe. Ja, je bent klaar met fietsen natuurlijk. Maar gewoon om lekker te fietsen. Op fietsen noemen ze dat hier. Ja, ik zie hier net een aantal. Dat is prachtig. Het is jammer dat de mensen thuis het niet kunnen zien. Maar hier naast onze auto staan de jeugdrennertjes klaar. Die zijn net opgefietst. Wordt hier nog een jeugdwedstrijdje in afwachting van de aankomst van de heren profs gehouden. Kijk, daar staan ze. Daar staan ze. Hier staat de toekomst klaar. Op de streep in Hogeveen. Zo ben ik ook ooit begonnen hier in Hogeveen met zo'n wedstrijd. De auto is er en dat betekent kom uit Hogeveen, oorspronkelijk. Alles in veiligheid is voor jullie. Terug in de koers. De grote koers voor grote mannen. En je moet tot de grote mannen behoren. Wil je hier de hel overleven die we zo dadelijk ingaan? Natuurlijk zou het voor de organisatie en met Pim Lichthart een van de gedroomde winnaars krijgen. Ja. Mocht Pim hier als eerste de finish passeren. Pim is rap, Pim is snel. Pim werd op zijn 21ste volgens mij Nederlands kampioen bij de beroepsrenners. Ja. Door een sprintje vakkundig af te maken. Dat zou hij dan ook hier moeten doen. Hij kan het aantal kilometers verteren. Het is een man die het werk ook niet schuwt. Het is niet voor niks dat Terpstra heeft gezegd van ga met mij mee naar die Franse ploeg. En hij deed het. En als Terpstra je wilt hebben, dan moet je van goede huizen komen, toch? Het zijn trainingsmakkers natuurlijk. We praten over de man hier vol in beeld. Met zwarte helm. Ontzettend goede renner. Hele bijzondere stappen vond ik voor allebei. Maar wel een slimme stap. Ze varen hun eigen koers. Dat doen ze al de hele carrière. En zo zie je maar dat een renner die eigenlijk is gehaald om inderdaad Nicky Terpstra in het voorjaar te helpen, de kansen pakt zodra dat hij ze grijpt. Of andersom. Zodra dat hij ze krijgt, pakt hij zijn kansen. Pim Lichthart gewoon hier in de kopgroep. Niks ondersteunende renner. Vandaag is hij de kopman van Direct Energy. En als ik nog wat geld had, zou ik toch een klein beetje geld beginnen in te zetten op deze Pim Lichthart.
Ja, en schat deze man in het laatste wiel, onderschat hij ook niet. Kijk, dit is in het dagelijks leven het echte paradijs. Maar vandaag verandert dat in de hel van het noorden, want zo heet tenslotte deze klassieke. 1 minuut 15. Ja, dat is serieus, hè? Maar zien we dat het stilvalt een beetje met Plankaart hier links in beeld in het geel, blauw, wit mee voorin. En ja, hier begint het dan. Het ziet eruit als onverhard zelfs. Daaronder liggen dus van die Drentse keien. En die liggen er gladjes bij. En dan moet je goed sturen. Bij de vrouwen ging dat vrij goed, moet ik zeggen. Rijdt men hier nog met behoorlijk ander materiaal dan, laten we zeggen, de gewone koers op de weg? Nou, wat ik zei, ik zag bij met name de dames, toen ik hier even aan de finish stond te kijken, en de bezemwagen werd leeggeruimd, alleen nog maar fietsen met de schijfremmen. Hier is het een gemengd gezelschap. Er zitten wat fietsfabrikanten in het peloton die met de schijven rijden, met name in het voorjaar. Hè. Schijfremmen zijn iets zwaarder, dus je zult ze in de klimwedstrijden niet zo snel tegenkomen nog. Maar in het voorjaar worden ze steeds meer ingezet, ook door de grote ploegen. Schelling komt een beetje in de problemen daar, onder in beeld. Ja, maar dat mag, hè. Dat mag. En misschien is het veilige afstand houden. En misschien is het gewoon toch... Het is licht uit, joh. Ja, maar ja, dan is het afstand houden dus. Dan is het afstand houden, want die rijdt daar zo weer naar dat wiel toe. Is dat verstandig, afstand houden op dit terrein? Je kunt geen kant op als iemand voor je een stuurfoutje maakt. Ik denk dat Pim heel goed weet wat hij in dit soort situaties moet doen. Hij weet natuurlijk ook met wie hij op pad is. Hij heeft waarschijnlijk gevoeld, er gaat hier niemand op dit moment zomaar wegrijden. Hè? Want je kunt er ook niet zomaar omheen op zo'n kasseienstrook. Hij laat het werk door iemand anders doen. Bekijkt het even vanuit zijn perspectief. In het laatste wiel, het veilige wiel. Achter de mannen van de felgele brigade uit Wallonië. En toch weer Dries de Bont op kop. Die jouw woorden heeft gehoord. En zegt van oké, dan zal ik laten zien dat ik wel degelijk op kop wil fietsen. Vorig jaar dus geklopt. En Lichthart helemaal achterin houdt overzicht en denkt van prima. Hoe dichter we bij de streep komen, hoe groter mijn kansen worden. Hij rijdt nu heel makkelijk naar voren. Kijk toch eens. Kijk toch eens. Het lijkt bijna op een aanval. Ja, gaat hij er vandoor. Lichthart. Hij gaat even testen. Zo. Even aan de boom schudden. En daar gaat Canola denk ik meteen mee. Die was natuurlijk net al even komen kijken van hoe zo zit jij erbij. Lichthart. Dit is serieus versnellen. En dan heb je wel meteen ook de twee beste sprinters van die voorste groep. Canola kan het ook. Ja, en sprinters met inhoud. Hè. Dus rappe mannen zou ik eerder zeggen. De mannen gaan geen massasprint winnen. Maar die gaan na een lange slopende koers de rappe benen altijd kunnen laten spreken. Dit is wel een koers voor Lichthart. Waarschijnlijk heeft Terpstra, zijn teamgenoot die hier niet rijdt, wel gezegd van joh, grijp je kans. Dit is het terrein waar wij goed op horen te zijn. Ja, van achteruit. Een soort verrassingsaanval. En er was één man uit Italië die dat goed in de gaten had. Marco Canola. Het was dus duidelijk even monsteren aan de achterkant. Hoe zit iedereen erbij? Even overzien en dan, als de ruimte daar ontstaat, er inderdaad langs zij rijden. Erop en erover. En die Canola was zo slim om te volgen. En nu is het kijken, rijden ze samen door. Dan is het nog wel een eindje hoor. Ja, ze gaan toch weer aansluiten van achteruit. Maar iedereen is wel gewaarschuwd. Die benen van Lichthart zijn goed. En Lichthart kan wel vertrouwen op zijn sprint. De enige die hij eigenlijk liever kwijt zou zijn dan Rijk is die Canola. Dus op het moment dat die Italiaan aansluit, is dat misschien ook wel voor Lichthart de reden om maar niet door te fietsen. Gogol schudt met zijn hoofd. En we hebben deze strook achter ons liggen. Dit lijken me wel de definitieve finalisten voor de Ronde van Drenthe. Ja, we zien natuurlijk voorlopig even geen beelden van die tweede groep. Maar als de
oneenigheid al dusdanig was op de stukken dat ze hadden kunnen draaien, dan verwacht ik niet dat zij elkaar nog gaan vinden. En ik zou ook niet weten wie er in die tweede groep dat nog zou moeten gaan doen, omdat ondertussen steeds grotere gat nog dicht te rijden richting deze koplopers. En zo'n versnelling van Ligthart is natuurlijk ook voor het tempo in die kopgroep bevorderlijk en dus in nadeel van de achtervolgers. Volgende kasseienstrook, keienstrook moet ik zeggen in België, of in, dat moet ik zeggen in België, en in Drenthe zeg je keienstrook, liggen er ietsje droger bij. Die zijn ook netjes neergelegd voor zover het kan, als voorwaarde om hier overheen te mogen fietsen. Er is ook geveegd, heb ik begrepen, door talloze vrijwilligers hier uit Drenthe. Het is natuurlijk fantastisch dat al deze mensen klaarstaan het hele weekend om te zorgen dat de wedstrijd, ondanks het barre weer van de afgelopen week, toch door kan gaan. Je kunt het niet voorkomen, maar dankzij de hulp van al deze vrijwilligers hebben we vandaag toch een mooie wedstrijd bij de dames gezien. Ja. En zitten we nu in de finale met twaalftal heren. Met een hoofdrol voor Ligthart en Canola, een Nederlander en een Italiaan, die toch het leeuwendeel van het kopwerk opknappen. En die Est, die Nommela, die volgt toch ook gewoon rustig het wiel van Canola. Voor mij een onbekende renner. Waar wij eigenlijk een andere Est hadden verwacht in deze kopgroep met Mikkel Rijm. De Est-kampioen van het Israël Cycling Team. Maken we kennis met deze jongen van het Wallonie-Brussel team, Axel Nommela. Kijk toch eens naar Ligthart vanuit de lucht. Ik denk dat hij het ook als een zeer luxe training beschouwt in de opdracht van zijn kopman Terpstra. Ja, dat begrijp ik. Maar zoveel wint Pim Ligthart natuurlijk ook niet. Dat hij de Ronde van Drenthe zomaar als training kan beschouwen als hij in deze positie zit. Klopt, maar hij moet ook die hardheid en inhoud wel opbouwen om straks Terpstra, zijn kapitein, van dienst te kunnen zijn. Dan moet je toch weer investeren in die hardheid. Zeker. Maar ja, je wint hier niet zomaar. We gaan nu richting die grens, die magische grens van 200 kilometer koers. Hoe komt dat? Dat zo'n magische grens is? Ja, dat gaat uiteindelijk vaak om het aantal uren dat je al op de fiets zit. Hè. Deze mannen die rijden toch bijna 40 kilometer per uur gemiddeld of misschien wel sneller. Dan zit je 5 uur op de fiets en na 5 uur gaan bij sommige renners toch gewoon het licht uit. Bij andere renners... die inhoud waar je het dan over hebt. Inhoud is dus het feit dat je langer door kunt gaan. Terwijl we hier toch nog eens een keer de stevige dijen van... Stijn de Volder, links. Van Stijn de Volder in actie zien. Dit is de achtervolgende groep op meer dan een minuut achterstand. Zij rijden dus ook over onverharde paden zoals het nu lijkt. Zoals gezegd, toch een beetje een trend de laatste jaren in grote wedstrijden. Strade Bianche, Italië, inmiddels uitgegroeid tot bijna een klassieker. Klassieker verdient pas die status als je al heel lang op de kalender staat. Maar die wedstrijd is zo populair geworden in korte tijd dat het wel een klassieker genoemd mag worden. Daar gaat Canola nog een keertje, denk ik. En die poeft dan toch uit het wiel van Ligthart, lijkt het. Ja, ja. En die Estse jongen die rijdt dat meteen dicht. Gogol op zijn wiel. Plankaart op dat wiel. En uiteindelijk door een toch wel hele listige bocht zo te zien hoor. Dat is, ligt daar toch vettig zoals de Belgen zouden zeggen. Komt dan alles weer bij elkaar, maar het is nu toch echt even kijken wie zit er nog goed. Wie kan nog wat, wie wil nog wat. En er zijn ook een paar jongens waarschijnlijk gewoon heel blij elke keer als het weer bij elkaar komt.
terug naar de kop, die andere jongen uit Italië. En Gogol nog maar een keertje. Ze spelen toch een klein beetje met het kantje van de weg met de wind. En dit is toch ook even een serieuze aanzet van Michael Gogol. De wind gaat ook weer een rol spelen. Kijk, en daar zie je dan toch de eerste gaatjes vallen in zo'n kopgroep. Nu moet Lichthart er wel bij zitten. Als man van toch wel een gerenommeerde ploeg uit Frankrijk. Direct Energie. Team-eigenaar Jean-René Bernadeau liet opschrijven dat hij volledig in zijn nopjes was met de eigenzinnige Terpstra in de Franse kranten. Dat hij alle vertrouwen in had dat Nicky Terpstra binnen zijn team zijn rol als absoluut leider binnen en buiten de koers zou opvullen. We zien dat Schelling hier in de problemen komt. En die andere man is Lucas Ovsian. Een Pool. En die moeten eraf. En dat komt omdat die waaier die daar opgezet wordt geen waaier meer is, maar de boel op de kant zetten. Dat betekent dat iedereen nu last heeft van die wind. Ja, Pim Lichthart moet ook een klein gaatje laten nu hoor. Valt me eigenlijk niet mee. Als je zo hard op kop gaat fietsen op de keien, dan laat je in je kaarten kijken. En dan moet je nu toch wel zo attent zijn dat je meteen bij die voorste vier blijft draaien. En wie zit er in het wiel van Pim Lichthart? De Bond. De Bond. Lichthart kiest dus voor links om de rotonde als enige. En schuift mee naar voren en is verlost van de Bond. Dat was het plan, denk ik. Kijk eens. Ja, en dan krijg je het dus toch lastig, hè. En dan heb je dus of op inhoud of op een klein tikje ervaring laten flessen. En dit is waarschijnlijk einde oefening voor beide heren uit de kopgroep. Deze man heeft zijn werk meer dan gedaan. En natuurlijk is het ook voor de jonge Ide Schelling een hele knappe koers geweest hier in de Ronde van Drenthe op zijn 21ste. En één voor één krijgen ze het lastig. Die magische grens van 200 kilometer, het aantal uren waarvan jij zei dat je op de fiets zit, die gaan nu tellen. Canola raadt zich wat terugzakken. Komt in de buurt van Lichthart. En we krijgen nog wat stenen direct, hè? We krijgen er nog meer. Ik geef u voor de volledigheid nog even namen van de kopgroep. Pavel Bernas uit het CCC-team. Dat zijn de mannen in het oranje, waarvan er dus één gelost is. Gogol, die rijdt namens Trek. En die rijdt hier rechts in beeld. Van Cofidis is het Hofstetter. Die andere man is een ploeggenoot van Canola. Die heeft zijn regenjekje nog aan. Dat is Bagioli, die komt net van kop af. Dan hebben we twee mannen die rijden voor Bruxelles, maar komen uit Estland. Er komt er eentje uit Estland en de ander, ja, die zal dan toch uit Wallonië komen. Oh, de Bond moet lossen. De Bond moet lossen. Bizar. De nummer 2, dames en heren, van vorig jaar rijdt hier uit België. Dries de Bond heeft ook op kop gefietst. Omdat Stef Clement dat zei, enigszins bestraffend. En dit is de tol die hij daarvoor moet betalen. Dus Dries de Bond zal het podium, in tegenstelling tot vorig jaar, nu niet gaan halen. Kijk, daar gaat onze man Lichthart. Die heeft dus toneel gespeeld. Heeft zich even laten lossen. En is nu aan de voorkant, aan de boom aan het schudden. Ja, maar dan zou ik... Goed, ik laat me graag verrassen natuurlijk. Maar dan heeft hij nu denk ik niet de gedroomde partner mee. En ik denk dat er nu ook door de mannen van Wallonië Bruxelles aan de bak gegaan moet worden. Want die Nommela is een goede aankomer. Een rappe man ook. En misschien wil Pim Lichthart daar wel vanaf. Ik schat Pim zomaar ook in als een jongen die echt wel al zijn concurrenten in zijn kopgroep kent. Een liefhebber. Maar het is nog even, hè? En met z'n tweeën.
Robert de Geef, die geeft zich volledig nu. Knap hoor, knap hoor. Want daarachter zitten ze niet stil. Is het nu Bernas die op kop rijdt uit Polen? Ja, op het moment dat ze gaan kijken. Nu Plankaart die even overneemt. Ik heb toch de indruk dat ze een paar seconden hebben gewonnen. De andere man van Wallonie, Liepins, dat is een Let. Dus we hebben hier... Dankjewel, Joris van den Berg. Ja, ik had hem net iets eerder, maar even goed, dank. Ik ging dat toch eens even opzoeken. Inderdaad, dat klonk niet erg Waals. Toch een internationaal gezelschap dus in deze kopgroep in de Ronde van Drenthe. Een Est en een Let namens Wallonie Bruxelles. En die rijden daar in het fluoriserend geel. Liepins is een sprinter uit Letland. En dat is nummer 142. En dit is toch weer Reinders. Ja, maar die zat hier echt wel met hele goede benen, denk ik. Die zal balen en die zal denken, ja, dan toch maar proberen. Blijven proberen en laten zien dat ik het waard ben en dat ik het wil vooral. Een kapotte knie, een kapotte fiets, maar geen kapotte moraal. De Greef en Lichthart met z'n tweeën. En de Greef is toch ook goed bezig hoor. Het gat is nog even groot. Niet uitgelopen, maar ze zijn ook niet dichterbij gekomen. Die achtervolgers waar Canola ook goede benen heeft met zijn ploeggenoot. En het is natuurlijk een aantal jaren geleden hier ook al gebeurd dat een beroepsrenner, Twan Kasteleins, er op de finish werd opgelegd door iemand van een zogenaamd klein ploegje, Jan-Willem van het Schip. En als je als Robert de Geef op dit moment Pim Lichthart kunt volgen, dan heb je toch goede papieren. Ja. Rechtdoor over de vluchtheuvel, links langs de rotonde. We krijgen nog één strook. De strook bij Gijsselte. En dan is het nog een dikke 10 kilometer naar de eindstreep in Hogeveen. Pim heeft blijkbaar iets gevoeld op de fiets wat wij hier in onze auto niet kunnen voelen. Ze rijden al 11 seconden weg toch met z'n tweeën. En ze zullen daar toch niet te lang meer moeten twijfelen in die achtervolgende groep. Bij de vrouwen ging hier Van Dijk met de wind in de rug. Ellen van Dijk is natuurlijk wel een gekend tijdrijder. Kon uiteindelijk toch niet stand houden. Kreeg gezelschap van twee anderen. Ja, maar het opvallende vind ik dat dus Ellen van Dijk, om het vergelijk in stand te houden, die moet wel. Die moet alleen aankomen om te winnen. Je ziet er hier in de Finistraat ook nog sprinten alsof de leven ervan afhangt. Terwijl natuurlijk twee dames vanuit achteruit veel rapper zijn dan zij. Zij moet wel, maar Pim die had misschien kunnen wachten. En kiest er toch voor om met deze Robert de Geef op pad te gaan. En als ze wegblijven, ja, dan heeft hij natuurlijk een hele goede kans. Maar het gaat meer energie kosten dit. Dan even nog heel even te wachten en in die groep te blijven. Maar nogmaals, Pim die heeft iets gevoeld dat wij niet kunnen voelen. En de samenwerking hierachter is er ook niet optimaal. De motor moet er inderdaad wel een klein beetje tussenuit blijven. Dat ziet de Poolse jongen terecht. De ploeggenoot van Canola heeft nog steeds een regenjakje aan. Daar zou ik als kopman niet goed tegen kunnen. Als mijn helper nog met de bodywarmer aan en dus niet op 100% aan de achtervolger zou zijn. We zijn nu zo dicht bij de finish. Hier draaien we weer een beetje de bos in. Opgelet, vettige bocht.
In 2011, toch alweer een tijd geleden, toen inderdaad 21 werd Lichthart Nederlands kampioen. Hij is inmiddels 30. Maar nog niet versleten. En ondanks die toch wel behoorlijke sprint in de benen is het nooit een veelwinnaar geworden. Volta Limburg Classic ook gewonnen volgens mij als eerstejaars beroepsrenner. Ja, hij kwam... Ja, Hel van het Mergeland was het toen nog, dacht ik. En die won hij ook in 2011. Dat was een mooi jaar. Klopte die mannen als Geske in de finale. Het lijkt er toch op dat de Est en de Let het niet per se voor elkaar willen oplossen, dit probleem. En toch zal een van de twee nu aan de bak moeten in achtervolging. Want anders kunnen we met z'n tweeën gaan sprinten om de derde plaats. Want deze twee mannen houden goed de gang in. Pim Lichthart heeft de kop genomen. En als dit het paradijs is, Herbert, dan kan ik jou verklappen. Dan neemt deze jongen zijn fiets voorlopig nog niet mee. Pim vraagt even om over te nemen. Hier rijdt hij weer, Elmar Reinders. Meerdere keren gevallen. En meerdere keren zich weer in gang gezet. Ja, het is toch een thuiswedstrijd voor deze man. Natuurlijk wil hij zich laten zien. En hij heeft verdorie toch een gaatje geslagen. Dan heb je toch wel karakter. De ploeggenoot van Canola, dat is Bagioli, rijdt hier op kop. Hofstetter daarachter, dan Plankaert, dan een Est en een Let in willekeurige volgorde. Gevolgd door Gogol, dan die sprinter Canola. En in laatste positie Pavel Bernas uit Polen. Dat zijn de mannen die nog over zijn in de achtervolging op de twee koplopers. Als we fietsen. Door het echtens paradijs, of zoals jij het noemt. De hel van het noorden. Ja, maar je ziet het, hè. Nou gaat die jongen dus van kop af. Die helper van Canola, die gaat van kop af. Dan moet Hofstetter moet die overnemen, maar die kan denk ik ook niet meer. En dat heeft Pim Lichthart dus goed ingeschat, van ik ga er nu van tussen. Ik neem blijkbaar een sterke De Greef mee. Die jongens weten dat van elkaar, die hebben wellicht met elkaar gesproken. Die motor moet daar trouwens opnieuw wel een beetje weg. Ik zou niet graag op de motor rijden over deze vettige wegen. Nee, je moet acrobaat zijn om dat te kunnen. En het gaat helemaal uit elkaar nu ook op die keistrook. Dat zagen we ook bij de vrouwenwedstrijd. En nou komt zelfs die andere Italiaan, Bagioli, los van de rest. Of dat de bedoeling is, weet ik niet. Want zijn sprinter die zit nog in deze groep. Achter die man in het oranje. Ja, dat werd niet overgenomen. Die denkt natuurlijk ook, ja, maar zo gaan we niet natuurlijk. Hè? En toch zie je ook hier dat die kilometers tellen. En dat vooral ook de omstandigheden tellen in de finale. Kilometers lang over keien. Dit is een Gogol, die kan toch echt hard fietsen met Plankaert achter zich. En die roepen daar om hun moeder. Rijden we weer rechts opgelet. Ook altijd lastig als je van zo'n gladde strook afkomt. Het asfalt op, ga je zomaar onderuit. Hier gaat het goed. Maar hoe groot is het verschil inmiddels? Ja, het is nog niet gedaan, zoals dat heet. Daar zag ik toch iemand die probeerde over te steken. Kan dat kloppen in het velgeel? 14 seconden op de eerste achtervolger is nog steeds niet veilig. En... Lichthart weet dat. Daar komt of een Est of een Let. En die komt snel. En daar zitten mannen ook alweer vlak achter. Tja, en dit kost vreselijk veel kracht, Lichthart, met De Greef. Je moet dus echt goed samenwerken om hier die kans te benutten. En die man die daarachter zit is Liepins en dat is een Let. En die moet je er niet bij hebben in de finale. Want als hij erbij komt, is hij voor een sprint ook gevaarlijk voor Lichthart. En Lichthart wil dat risico niet lopen.
Ja, en het zou gunstig zijn als deze led wordt ingelopen door de achtervolgers. Dat kan een moment zijn dat het dan toch weer stilvalt. Dat heb je vaker. Als ze dan een renner hebben ingelopen, terwijl daarvoor nog andere renners rijden, valt het dan toch even stil. En het scheelt toch hoor, of je alleen bent of met z'n tweeën. En er is overleg tussen Lichthart en de Greef. Jongen, als je naar het podium wil, volle bak. Ik doe mee. Ja, mooi dat de Greef dit doet. Ja, voorlopig is de Greef dus wel de gedroomde partner van Pim Lichthart. Zeker. Hier Hofstetter, overgenomen door Gogol. Ik denk dat onze Letse vriend het even voor gezien houdt. Hij begint een beetje met zijn benen te schudden. Die beseft natuurlijk ook, ik kan dit doen. En dan zou ik er eventueel nog bij komen. En dan heb ik al mijn kruid verschoten. Hij kijkt achterom en kijkt recht in het gezicht van Hofstetter. En dat is heel gunstig voor de twee koplopers. Er bestaat een grote kans dat het nu even stil gaat vallen. Ze hebben deze man in de kraag gevat. Dan wordt er altijd even naar elkaar gekeken. Hofstetter sluit nu aan. Het is niet overtuigend hoor, deze achtervolging. Kijk, nu wordt er gekeken. En deze mannen hebben nu meer dan 14 seconden. Niet te veel achterom kijken. De Greef. Hier is het glad. Dat gaat goed. Lichthart heeft het gezien. Nog niet al te geruststellend. De voorsprong van de twee. En die achtervolgers maken maar op één manier kans om terug te komen. Dat is samenwerken. Handen ineens slaan. En dat is vaak lastig. Maakt die Lichthart op mij een oersterke indruk. Heb jij dat ook? Hij ziet er sterk uit. We dachten heel even, wat gebeurt er? Toen ze van de kasseistrook waar die lang de kop had genomen, heel even moest passen. Of dat leek in ieder geval zo. Maar hij heeft het gewoon slim gespeeld. Hij heeft even gekeken, wie zit er nog goed? Wie kan er nog? Ik heb alles onder controle. Als er een gaatje is, dan rij ik het dicht. En nu zit hij voorop met een oersterke De Greef. Die Greef is, de Greef is goud waard ook voor Lichthart. Wat de uitslag ook wordt. Tweede groep waar achterom gekeken wordt. Want hij is natuurlijk ineens ook alleen. Hè? Pavel Bernas is zijn medevluchter uit dezelfde ploeg al lang kwijtgeraakt. Dus dan zitten daar veel eenlingen. En wel een tweetal. Een Est en een Let. En dan deze Hofstetter. En dan de Oostenrijker Gogol. En maar als zij met elkaar hebben gesproken, de Est en de Let, en er gaat er eentje van tussen, dan is dat toch ook niet omdat ze het voor elkaar willen gaan oplossen. Dan is het, probeer jij je kans en ik probeer mijn kans. En dan zien we het wel. Er is niet iemand aangewezen die daar mee moet helpen om eventueel dit gat nog dicht te rijden. Het is ieder voor zich en ik denk dat dat in die hele groep achter deze twee mannen vanaf nu zo is. Ieder voor zich, ieder wat hij nog kan. Het is een slijtageslag geweest, zo kunnen we zien. In de verte het ziekenhuis van Hogeveen, bereiden dus door Fluitenberg. Dan gaan we daar de A28 weer over. Dan komen we op het industrieterrein en zijn we in Hogeveen. En dan moet de plaatselijke ronde de beslissing geven. Kijk, daar is de A28. Linksaf gaat het naar Groningen, rechtsaf gaat het naar Zwolle. En het gat is toch wel een seconde of 20. Als ik kijk naar de gezichten in de achtervolgende groep, dan zie ik toch een duidelijk verschil met het gezicht van Pim Lichthart. Natuurlijk, de mond wagenwijd open. Zoveel mogelijk zuurstof naar binnen, maar dat ziet er nog stevig uit. De Greef, toch wel iets meer werken, maar dat mag ook. Dat kan ook. Maar wel voorop, maar achterin zagen we de kopjes toch een beetje hangen. De handjes hangen over het stuur. Hofstetter, die doet ook al veel te veel voor iemand die daar alleen zit. Dat betekent dat hij daartoe wordt gedwongen. Neem eens over, zegt hij. Gogol zegt, nee, dat kan ik niet. Of dat wil ik niet. Maar ik denk van niet kunnen. En deze twee mannen rijden langzaam steeds een beetje verder weg. En die zullen bij elkaar blijven nog een tijdje. En dan zou Lichthart het normaal gesproken in de sprint moeten kunnen doen. Zijn laatste zegen. Ik zei al, hij heeft niet heel veel wedstrijden gewonnen. Ondanks alles wat hij in dat lijf heeft zitten.
aan de PK's. Hij won de Grand Prix Cycliste Marseillaise aan het begin van het seizoen. Maar dan praten we over 2015. Hè. In zijn debuutjaar won hij een mooie wedstrijd. En ook nog het Nederlands kampioenschap. Maar er moet meer in zitten. De Ronde van Drenthe staat op zijn lijst. Zou niet meer staan op zijn lijst. En omgekeerd ook. Ze willen ook Lichtenhardt wel als winnaar, denk ik. Dat denk ik ook. En de manier waarop hij vandaag zichzelf laat zien is natuurlijk ook prachtig. We zitten in de laatste 5 kilometer van de Ronde van Drenthe voor mannen. 57ste uitgave. We hebben twee mannen van dezelfde Belgische ploeg, maar van een andere nationaliteit, namelijk Estland en Letland in de achtervolging. De anderen lijken de handdoek te hebben geworpen. Met achterin de Oostenrijker Gogol, dat is deze man, nummer 14. Ja, dit is toch wel een groot gat. En ik heb niet de indruk dat Lichtenhardt nog van plan is om ergens in de remmen te knijpen. En dan zou het tussen twee Nederlanders gaan, namelijk De Greef, hier rijdt hij, en Lichtenhardt. 24 seconden. Het is ook niet heel veel. Ze kunnen ook niet pokeren. Die ruimte is er niet. Het is gewoon hard fietsen tot aan de streep. En dat de beste de sprint mag winnen. Zoiets. Maar als ik het zo bekijk, is De Greve op dit moment gewoon blij dat hij bij Lichtenhardt kan blijven. Tot duidelijke tekening op zijn gezicht. Misschien is het mans stijl. Maar zoals ik het kan zien, probeert hij zo lang mogelijk bij Lichtenhardt te blijven. Totdat hij veilig is. Want deze mannen worden nu gepasseerd door een eerste auto ook. En dan gaan we toch over de 30 seconden heen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Het tempo lijkt eruit. Dan zitten er twee tweetallen in de achtervolgende groep. Dus twee mannen die een ploeggenoot bij zich hebben. Dit is en trouwens, die zijn niet in staat. Ja, officieel dit is een verboden. Risicootje, hè? Ja, ze hebben afgestoken. Ja, klopt. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dit niet van grote invloed is. Dat zou banaal zijn bijna. We hebben dat in andere koersen dit seizoen ook al gezien. Het moet echt gaan over grote stukken afsteken. Dit is meer het nemen van een gunstige bocht. We zijn in Hogeveen. Vroeger had je hier wel eens een sprintje. De Kerkstraat. Ja, maar er zit nog wel wat op bij Pim. Hij neemt toch makkelijk over. En je ziet gewoon dat de geven echt wel moet rijden om weer terug in dat wiel te komen. De handen over het stuur, aerodynamische houding en proberen dat wiel te houden. Terwijl hier Gogol uitstuurt eigenlijk. Hostetter doet het werk gewoon omdat het moet. Planka die geeft het op. De Pol die, het is gedaan. Die denkt aan douchen. Dus het gaat tussen de twee mannen die nu voorop rijden. Vanaf de Brinkstraat draaien zij ook hier deze weg op en zij zijn al heel veel verder. De Burg van Stierumstraat. Voor de Hogeveeners die hier bekend zijn. Daarachter ziet u het gemeentehuis van Hogeveen. Steken we hier het kruispunt over. Ah, ze liggen ver achter. Uit het zicht. En zou De Greef het nog een beetje spannend kunnen maken. Wat denk je? Ik hoop het. Oh, hoe ziet de verliezen eruit? U zag het in beeld. De lichaamstaal zegt alles. Ja, dat is mooi. Hè? Je ziet in die tweede groep een aantal mannen inderdaad die al met de hoofd onder de douche staan. Maar je ziet ook die jonge jongens uit Letland en Estland die de schoenen nog maar eens vastgespen. Want er is natuurlijk wel nog een derde plaats. Er is nog een podiumplaats te vergeven hier. En een podium is een podium, maar deze twee mannen gaan voor de hoogste treden op dat podium. En dit mag Lichtenhardt, gezien zijn statuur, eigenlijk niet verliezen. Daar rechts het gebouw van TVM. Steken we de Schutstraat over. Nicky kan tevreden. Nee, hij is pas tevreden als er gewonnen wordt. Maar de vorm is er. Ja, dat is waar. Daar de vlag van de laatste kilometer. Daar gaan we nog een keertje linksaf. Richting de Alteveerstraat, waar de eindstreep is getrokken. 1000 meter nog met een lange aflossing van De Greef die hiermee aangeeft dat hij misschien wel genoegen heeft genomen met de tweede plaats. Dat zou kunnen.
Je kan nog even pokeren nu. De voorsprong is nu groot genoeg. Of zij dat weten, dat weet ik niet. Maar die voorsprong is gegroeid. En daarachter is de witte vlag al gehezen. Hier nog een keer links. Daar in de verte nog een keer links. En dan zijn we bij de streep. En dan hebben we twee keer een prachtige ronde van Drenthe gehad. Met een prachtige finale. Bij de vrouwen een drietal vooruit. Hier een duo. De Greef neemt alweer over. Lichthart neemt eigenlijk niet te veel risico. En kan in een zetel naar de streep worden gebracht. En ergens zal Terpstra toch ook wel deze beelden te zien krijgen. En zien dat het goed gaat. Dit is het laatste gedeelte. De Alteveerstraat. In de verte ligt de streep. En de Greef die denkt, ik ga nog maar eens de boel in gang trekken. En dan wordt Lichthart in een zetel naar de overwinning gereden. Die zal geen risico nemen. Die gaat hier het sprintje makkelijk winnen. De Greef dringt niet eens meer aan. En Lichthart tekent op 30-jarige leeftijd voor winst in de Ronde van Drenthe. Dat komt hem heel goed uit. Nederlands kampioen was hij in 2011. Hij rijdt voor een Franse ploeg. De ploeg van Nicky Terpstra. Hij wint de Ronde van Drenthe. Robert de Greef wordt hier tweede. Veel publiek. Rijden dik. Zo hoort het ook. En de voorsprong is dan toch nog indrukwekkend. Een Italiaan zien we daar in de verte. Dat is Baggioli. Die had nog goede benen. Baggioli. En ik denk dat het Liepins is uit Letland die daar mee is gesprongen. Maar het zijn ereplaatsen. Baggioli. En inderdaad de anderen die zich al gewonnen hebben gegeven met in laatste positie Gogol die met zijn hoofd schudt. Het was een pittige ronde van Drenthe. Een gevecht tegen de elementen. Een uitgelaten Pim Lichthart op 30-jarige leeftijd ervaart hij weer eens wat winnen is. En dat was een tijdje geleden. Goeie winnaar. Mooie winnaar. Oud ploeggenoot als je het zo bekijkt in ieder geval. Ja, dat is niet helemaal waar, maar wel uit dezelfde stal waar jij voor gefietst hebt. En ik vind het heel mooi voor die ploeg ook en voor Pim zelf. Het is niet gestolen. Hij was gewoon de sterkste. En wat ik zei, Nicky kan tevreden toekijken. Want het was toch best wel indrukwekkend hoe hij die groep uit elkaar reed op de kasseien. Het was absoluut. Even testen, even kijken. Kan ik dit? Ja hoor, ik kan dit. Ik ga gewoon vroeg en ik ga met Robert de Greef. Want die kan ik wel hebben. En daarin vond hij zijn gedroomde vluchtgenoot. En ik denk dat voor de Greef een tweede plaats achter Pim Lichthart in deze ronde van Drenthe ook een heel mooi resultaat is. Prima optreden. En Lichthart, die bevestigt zijn vorm. Je zegt dat terecht. Dit was de hel van Drenthe. Er komt nog een hel, Parijs-Roubaix. En daar zal Terpstra hem nodig hebben. En ik denk dat dit een brevet van vermogen was. Waarmee hij zijn startbewijs waarschijnlijk wel verdiend heeft. Dat denk ik ook wel. En Jean-René Bernadeau kennende kan die dit soort overwinningen zeer waarderen. Natuurlijk, zij hebben niet de ploeg zoals Nicky Terpstra dat de afgelopen jaren gewend was. Om met meerdere favorieten te starten in de topkoersen, de klassiekers, zijn klassiekers. Maar met een Pim Lichthart aan zijn zijde kan hij toch vol vertrouwen richting Ronde van Vlaanderen. Richting dwars door Vlaanderen, richting Parijs-Roubaix. Een hele mooie luitenant en een hele mooie zegen vandaag van Pim Lichthart hier in Drenthe. Baggioli is de man die daar nog over zijn fiets staat. Zijn teamgenoot moet erbij gaan zitten. Dat zegt eigenlijk genoeg over deze hel van het noorden in Drenthe. Die finishte zoals gebruikelijk in Hogeveen. Meestal was daar ook de start, maar daar is van afgeweken. Om ook andere gebieden in Drenthe de kans te geven kennis te maken met de Ronde van Drenthe. De officiële top 3. Ja, het is eigenlijk officieus, maar we maken hem meteen maar officieel. Pim Lichthart wint op 30-jarige leeftijd. De oud-Nederlands kampioen klopt hier Robert de Greef, die zijn vluchtmakker was. Baggioli namens Italië wordt daar derde. Daarmee is de top 3 bekend. Zijn de meesten nog niet eens binnen. Maar zo hoort dat ook in een hele zware ronde van Drenthe. De 57ste uitvoering, de 60ste verjaardag kent een mooie winnaar. En een mooi slot. En een mooie finale. Zeker, prachtige finale. En wij hebben ons er ook verkeken op die Italiaan. Waarvan wij dachten dat hij, hier, terwijl hier Elmer Reinders de finish
over Bolt. Knappe koers gereden, ook veel tegenslag gekend. Gaan wij naar de winnaar, waar, als het goed is, onze Karin Mulder al bij staat. En die zal hem de eerste vragen gaan stellen, ervan uitgaande dat Lichthart alweer kan praten. Maar lachen kon hij ook, dus zal hij ook wel kunnen praten, want daar is hij. De winnaar van de Ronde van Drenthe. Pim Lichthart, wist jij dat jij zo sterk was? Nou ja, zo sterk misschien niet, maar ik wist dat de vorm er echt wel was. Dat voelde ik wel aankomen. En, ja, het viel op zijn plek en dat doet heel veel deugd. Na een heel rond jaar vorig jaar met mijn vriendin, die heel lang in het ziekenhuis heeft gelegen. Ik ben zelf geblesseerd geweest, maar dat maakt veel goed. Jij bent ook ver weg geweest, hè? Kun je ons bijpraten? Ja, ik ben in eind mei ben ik hard gevallen en ik heb eigenlijk maar 5 koersen kunnen rijden voor het einde van het seizoen. Maar goed, dat staat helemaal in niets wat mijn vriendin heeft doorgemaakt, wat wij hebben doorgemaakt. En ja, dit is gewoon heel veel deugd. Wil je daar wat over vertellen? Nou ja, dat was gewoon kantje boord, 3 weken in het ziekenhuis gelegen. En, ja, dat is echt verschrikkelijk om mee te maken, maar te zien aftakelen en dit is heel veel deugd. Had je dat bij je onderweg, dit verhaal? Nou, niet bij me, maar ja, als je hier aan de aankomt met de kleine en ja, dan gaat het gelijk door je hoofd. En, nou ja, dat is mooi. Die kleine is hier inderdaad, hè? Ja, die is hier. Hey, ja. Het moment dat je wegreed, ja, daar zat je op te wachten. Het moest een keer gebeuren. Waarom was het dat moment? Ja, Gogo van Trek die probeerde een paar keer op de kanten te gooien daar. Zo. Dus de groep werd een beetje uitgedund. En ik voelde, ja, eigenlijk ik bleef gewoon in de wind rijden, net erachter. En het voelde zo goed. Ik dacht, daarna waren we een beetje voor de wind. En ja, ik kwam met snelheid van achter. Ik probeer het gewoon. Kreeg Robert mee. En nou ja, Robert en ik zijn gewoon 2 maatjes. We trainen 3-4 keer in de week trainen we samen. We wonen bij elkaar in de buurt. Dus dan weet je ook als je met elkaar op pad gaat dat niemand verzaakt. En we gewoon goed door kunnen rijden. Had je ook het vertrouwen dat Robert de man was die ja, jouw niveau aan kan? Ook al weet je dat je samen traint. Misschien ben je net een streepje beter. Ja, maar ja, ik heb hem gewoon, ja, we hebben gewoon tegen elkaar gezegd, we blijven samen en in de sprint maken we het af. Nou ja, gelukkig kon ik hem kloppen. Het moment is dichtbij dat Nicky Terpstra voor jou in de wind gaat rijden, hè? Nou, dat denk ik niet. Dat is nog een ander niveau, maar nee, ik ben gewoon heel blij als ik dit soort koersen mijn eigen kans kan gaan. En ja, fantastisch om te winnen. Ja, en Pim Lichthart en Hogeveen, die hebben ook samen een geschiedenis, hè? Vertel het maar. Ja, dus, als 18-jarige jongen, toen ik van de junioren afkwam, ben ik bij Krolstone gaan rijden hier uit Hogeveen. En, ja, het is leuk om hier te winnen, zeker. Wil je snel naar je vriendin gaan en haar een heel dikke kus geven? Dankjewel. Bijzonder verhaal van de winnaar van de Ronde van Drenthe. Sport is emotie. Maar er komt nog een verhaal bij. En dat is niet misselijk. En ik kan me dat voorstellen dat als je daar je vrouw en je kindje ziet staan op de streep. Na een verschrikkelijk jaar. En alles valt op zijn plek. In Hogeveen. Dat je dan even de emoties de vrije loop laat. En dat mag ook. En dat maakt zo'n overwinning misschien nog wel mooier. Het geeft nog meer glans. En dan zijn het ook nog trainingsmakkers. Die 2 renners vooruit. Die elkaar hadden gevonden. In de finale van deze koers en wisten wat ze aan elkaar hadden en wat ze van elkaar konden verwachten. Dat zijn de lijnen die ook dwars door het peloton lopen en sponsorbelangen overschrijden. En dat maakt de sport dan toch ook weer heel erg mooi. Nog eens die finale waarbij de Greef op de Alteveerstraat al lang wist dat hij tweede zou worden. In de wetenschap ook dat die sputbenen van Lichthart, die heeft hij niet. Dit was het maximaal haalbare. Maar te mooi ook om waar te zijn. Tweede worden in de Ronde van Drenthe. Het is een verjaardagsfeest hier in Drenthe. De Ronde bestaat 60 jaar, is daarmee ouder dan bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. Mooie winnaars in het verleden als Henny Kuiper, Erik Dekker, Karsten Kroon. Dick Dekker, de broer van Erik. Ook al had Engels 2 keer gewonnen. En dan misstaat deze man, Pim Lichthart, oud-Nederlands kampioen, niet op die erelijst. Kortom, een mooi einde ook van deze uitzending. Want die zit erop. De Ronde van Drenthe, 4e feest. Wij deden dat met iedereen. En dat leverde 2 prachtige winnaars op. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Dank voor uw aandacht. Nog 1 keer krijgt u de stand in beeld. We hadden al de top 3.
hier de top 10. Pim Ligthart en Robert de Greef kleurden de finale. Baggioli uit Italië werd derde. De Belg Plankaert vinden we op plaats 7. En Gogol uit Oostenrijk nog net in de top 10. Dat was de top 10 van de Ronde van Drenthe.